Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this world. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Goedenavond allemaal en welkom hier in de Bali vanavond, dinsdagavond. Mijn naam is Lennart Boy, moderator van dienst. En wij gaan praten over het nieuwe Nederlandse ontwikkelingsbeleid. En u ziet de ondertitel al, tussen eigenbelang en altruïsme. En daar kan wat mij betreft best een vraagteken achter, want we gaan dat vandaag uitzoeken. Hoe zit dat nou eigenlijk met de nieuwe nota van Sigrid Kaag? Minister die is aangetreden waarbij er hoge verwachtingen zijn uitgesproken, omdat zij natuurlijk een bekende, befaamde diplomaat was. En als minister wordt er gezegd, echt weet waar ze het over heeft. Nou, dat is toch wel een mooie binnenkomer als zoiets over je gezegd wordt. Die nota die is vorige week in het kabinet besproken. Vers van de pers kun je zeggen. Wie heeft hem al gedownload en gelezen? Nou, dat is toch wel lekker. Allemaal beleidsmaker hier. Even checken, wie is hier beleidsmaker? Wie is hier veldwerker? Journalist? Actief als vrijwilliger. Nou kijk, een gemêleerd gezelschap kortom. We hebben een aantal niet gehad waarvan je zegt, ja, dat is toch wel echt mijn beroep wat genoemd zou moeten worden. Nee? Uitvoerders van beleid, beleidsuitvoerderen. Ja, dat zijn er ook een heel stel. Heel goed. Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. Wij gaan straks praten in twee panels over de impact van die nota. Enerzijds natuurlijk de inhoud. Wat staat er nou in en kunnen we daarmee uit de voeten? En is dat ambitieus genoeg of worden er toch een aantal zaken over het hoofd gezien? We gaan het hebben over de relatie tot de Sustainable Development Goals. Eigenlijk de benchmark. Hè? Hoe staan we er als Nederland in relatie tot de rest van de wereld voor? Doen we genoeg of doen we te weinig? Doen we het juiste? Wat doen anderen? Maar we beginnen zo meteen met een stem uit Afrika zelf. Amadou Kanouté, we hebben hem uitgenodigd. Very warm welcome that you're here. And you will open tonight. En met zijn visie op de ontwikkeling van met name West-Afrika hebben we meteen de reality check. Hoe kijkt men daar eigenlijk zelf tegenaan? Hij is door Oxfam Novib eigenlijk naar voren gehaald om duidelijk te maken dat het niet alleen maar de stem van hier over hen is, maar dat het natuurlijk de stem vanuit ook de locatie zelf moet zijn. En dat we gewoon de reality check nodig hebben. Een debat die we met elkaar hebben, een gesprek dat we met elkaar hebben georganiseerd door PARTOS, de koepel van verschillende ontwikkelingsorganisaties hier in Nederland en Oxfam Novib in samenwerking met de Bali. Jullie zijn zometeen ook vrij om vragen te stellen en mee te doen aan die gesprekken. In de tweede helft zeg ik dan altijd, want we proberen zometeen na het verhaal van Amadou en na ook nog eens even een focus op de nota met Reina Buijs. Zij is de waarnemend directeur-generaal op dit veld. Met die panels nog wat meer verdieping aan te brengen. En dan is het natuurlijk ook aan jullie met de vragen en opmerkingen die daarbij horen. Dus hold your horses, dat zeg ik dan dus wel eventjes als verwachtingsmanagement. Merendeel van de vragen kunnen zeker een plek krijgen vanavond. Maar we beginnen echt even om de informatie zo goed mogelijk met elkaar te delen. En dat is denk ik toch wel even relevant, want als we weer even uitzoomen, waar staan we nu? Dan zien we natuurlijk toch ook dat er aan de ene kant heel veel goeds te melden is. Het gaat beter met een heleboel voormalige ontwikkelingslanden. Maar tegelijkertijd maken we ons ook zorgen. Mondiale klimaatverandering, waarvan we nog helemaal niet weten wat die impact nou precies is. Maar we zien wel her en der dat er grote ontwrichtingen ontstaan. En dat daar natuurlijk vervolgens ook mensen door op de vlucht geraken, oogsten mislukken. Dat is één deel van het verhaal. Ook impact in onze eigen regio.
Europa. Er wordt natuurlijk al veel over gesproken. Wat betekent het als veel vluchtelingen, migranten hier naartoe komen? En daarom is er ook in die nota expliciet gekozen om meer focus aan te brengen op ons direct omringende landen. Met de vraag, kunnen wij daar direct investeringen mogelijk maken om te zien of we die mensen, ik zeg het maar even in mijn woorden, ook daar kunnen laten. Dat daar weer perspectief kan worden georganiseerd. Daar zit dus dat eigen belang, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd wordt er ook heel veel gezegd over de ontwikkelingen die we natuurlijk ook mondiaal zien. Het verschil tussen arm en rijk neemt toe, zegt de ene econoom. Valt wel mee, zegt de ander. Maar feit is, de verschillen zijn toch wel enorm. En daar hebben we ook mee te maken. Nou, in hoeverre kan daar nou Nederlands buitenlands beleid verschil in maken? Daar gaat die nota over. In hoeverre is die impact mogelijk? Als je kijkt naar de Sustainable Development Goals, dat zijn lange termijn doelen die zijn gesteld. Is dan een vierjarige nota in staat om daar weer een stapje in te zetten? Dat is denk ik een belangrijke vraag die we vanavond proberen te beantwoorden. Nou, zoals gezegd gaan we daar straks uitgebreid over praten met waarnemend DG Reiner Buijs. Maar we beginnen met Amadou Kanouté. A very warm welcome, Amadou. Hij is de oprichter, zou je kunnen zeggen, van de organisatie CISODEF Afrika. Het Pan-Afrikaanse instituut wat zich heeft voorgenomen om specifiek in te zoomen op het versterken van de rol van burgerschap, ontwikkeling en de rol van consument zijn. Er wordt ook specifiek gekeken hoe kunnen we eigenlijk de consumentenrol versterken. En zijn belangrijkste pleidooi is eigenlijk het organiseren van een goed maatschappelijk middenveld. Een tegenkracht te kunnen bieden. Het werd eigenlijk ook net weer even mooi verwoord in de introductie. Video een tegenkracht te kunnen bieden tegen politici en tegen alleen maar bestaande elite waartegen juist burgers zich kunnen organiseren. Hij houdt zich heel erg bezig vanuit die organisatie met thema's als vrouwenrechten, lokale voedselvoorziening, toegang tot moderne communicatiemiddelen, maar ook heel specifiek grassroots activiteiten om dat voor elkaar te brengen. En aan hem is de vraag gesteld, hoe gaan we nou om met de focus die Nederland heeft gelegd op de regio West-Afrika en Sahel, waarin hij zelf ook actief is. Is dat nou een wijze actie om te doen? Hoe staan we er überhaupt in die regio voor? Is het een reality check als je dat vervolgens weer vergelijkt met de ambities uit die nota? En met andere woorden, doen we genoeg of moet er meer gebeuren? Amadou Kanouté. Thank you very much indeed, Mr. Moderator. Fellow panelists and the guests in the room, greetings to you all. I would want first to express my appreciations to Oxfam Novi, to Dabali and Partos for organizing the event and for inviting my organization, CICODEV Africa, the Pan-African Institute for Consumer Citizenship and Development, to contribute to the debate. To my mind, this event is opportune because it comes right on the heels of the Dutch government newly published policy document on foreign trade and development cooperation. I would also like to put on record my appreciation for the thorough process the Ministry of Foreign Affairs went through to determine first the criteria, then the regions and countries that will be the focus of overseas development assistance, ODA, partnerships under the new development cooperation policy. The West Sahel is one of the selected regions. That region indeed demonstrates very well the relevance of the objective of the new trade and development cooperation, among which you have chosen preventing conflict and instability, reducing poverty and social inequality, promoting sustainable and inclusive growth and climate action. The Sahel region is a narrow band of land stretching
across the continent from west to east, just south of the Sahara Desert. It goes from the Atlantic Ocean and stretches to the Red Sea. And West Africa, in particular, counts 9 countries. Senegal, where I come from, the Gambia, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Chad, Niger, Northern Cameroon, and Nigeria. These 9 countries are home to 150 million people. Among those 150 million people, 3 out of 4 are younger than 33 years old. 4 out of 5 rely on agriculture, so are particularly vulnerable to climate change. Between 1962 and 2013, Lake Chad lost 90% of its mass water, shrinking from 25,000 square kilometer to 2,500 square kilometer. The reduction in the size of the lake has threatened the resources and livelihood of the 50 million residents in the region. West Sahel, out of 6 people, 1 is food insecure. West Sahel, 1 in 4 people live in affected areas by conflict. So, we are talking of huge territories that only have small armies which they are able to maintain. Mali, for instance, has only 7,500 military personnel, 15 aircrafts, and 9 helicopters, but its land area is a massive 1.2 million square kilometers, making it difficult, if not impossible, to police the whole territory. So no wonder that the jihadist groups have taken root in the different countries of West Sahel after the Libyan leader Gaddafi, after his death. The West Sahel region displays a lack of opportunities and unemployment, deteriorating security, economic and social inequality, all of which expose youths to risk of radicalization and recruitment. Many of them seek brighter prospects elsewhere, fueling the global migration crisis. The 4th objective of the paper is enhancing the Netherlands' international earning capacity. One might wonder, what or how does the Netherlands expect to meet that 4th objective in such a poor and unstable region? Until you are told that the arid desert or semi-desert belt across the Sahel has been described as a key territory on the global chessboard of the 21st century. It's one of the scenes where the West, Europe, America, and China are competing fiercely for access to Africa's mineral resources and for both political influence and commercial advantage. So it's not just about security.
So while I salute some of the key changes in the policy document, particularly improving the position of women and girls in all areas of the policy document, and allocating chunks of funds to building human capital, by supporting general and vocational education, employment, and income opportunities for young people and women, I would want now to share some views and concerns on the policy document. The very first one is the mix of foreign trade and development cooperation. Some 10 years back, or 15 years back, we were about 200,000 people. We met in Gleneagles in Scotland to put pressure on the G8 leaders to make poverty history. One of our key asks was aid, not trade. Our argument was to say we needed more and more effective development assistance rather than relying on trade and market forces to lift countries and their people out of poverty. We were asking for more regulation of multinationals in their operations. We were asking for more investment in human capital, in building the productive capacity of developing countries. We were asking for Europe to stop sending cheap and subsidized agricultural produce to compete with African producers. We were asking for OECD countries to pressure their multinationals to pay their fair share of tax in their country of operation, to allow those countries to have resources to send their children to school, to provide them with health care, to clean water and sanitation, to build the infrastructures. Some 15 years down the road, I feel like Sisyphus, still pushing his rock up and down the hill. The second concern is the role that the policy document is allocating to the private sector. The question here is, how do you reconcile private sector intervention and public interest? If the choice of the policy document is to work through private sector, then it will have to come up with an answer to the question, how to make sure that public and general interest meet and coincides with private interests while being responsive to people's needs and capacity. The primary role of private sector is not to tackle the root causes of poverty, migration, and terrorism, but it is the state's role. The third concern is derived from the one that I've just described, the risk of more exclusion of disadvantaged citizens from accessing essential services if private sector operations are not regulated. We need to remember that competition without regulation kills competition. We need to remember that competition without regulation undermines consumer right to choice. The last point is, what about civil society in the policy document? While the document acknowledges the role business community, civil society, knowledge institution play in formulating the policy document, the two stakeholders, business and knowledge institutions, seem to be getting clear and explicit recognition of their role
the role that they will play and the support they will get in the implementation and monitoring phases of the policy. So maybe it's important to describe what role civil society can play in this document. What role can civil society and NGOs play to make ODA relevant and efficient in tackling the issues identified in the paper? Just suffices to say that at national and international level, we work to influence policy design and implementation for them to be equitable and just, for them to be effectively geared towards meeting citizens' satisfaction of their essential needs, and to access basic goods and services. More generally, we work to build and organize active citizenship. Citizens that are aware of their rights and responsibilities. Citizens that demand for their rights and exercise their responsibilities vis-a-vis their elected decision makers. At international level, we work to influence international policy design with development partners, and we highlight the role of aid, why aid, how to make it more efficient and result-oriented to meet citizens' need, what role for private sector, how to work with private sector, which is why I'm very happy to oblige to your invitation from the colleagues of Oxfam Novib, PATOS, and the Bali. And it is for all these reasons that we urge the ministry to explicitly state the role international and local civil society organizations and NGOs will play in the implementation phase of the policy and confirm adequate allocation of resources to their institutions, both here and abroad. I would like to conclude now by acknowledging the value of processes such as this one, the process of stakeholders' meetings, where the decision makers consult their citizens when formulating policies, then create and accept civic spaces such as this one for such dialogues. And I believe it's the only source for policies to be sustainable. Thank you very much. Amadou Kanoté, thank you very much. Dames en heren, we zullen hem straks ook terug horen in het eerste panel. Dan zullen we hem ook kunnen vragen om nog verder een aantal zaken toe te lichten. Laten wij maar meteen doorgaan. Reiner Buijs, mag ik je vragen om alvast aan de tafel te gaan zitten? We gaan even kort met een aantal sheets proberen inzicht te bieden voor diegenen die de nota nog niet helemaal hebben kunnen bestuderen, wat nou eigenlijk de hoofdlijnen zijn. En ik zou je dan vervolgens een aantal vragen willen voorleggen, waarbij denk ik Amadou al een mooi begin heeft gemaakt door op viertal punten eigenlijk al te zeggen van nou, daar zou ik het willen amenderen. Misschien eerst maar eens eventjes kijkend naar die nota die op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, handelsbevordering en economische ontwikkeling eigenlijk het beleid schetst voor de komende 3 à 4 jaar, tot 2021. En dat is dan vervolgens eigenlijk weer gebaseerd, zou je kunnen zeggen, op afspraken uit het regeerakkoord. En ze nemen de duurzame ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals, eigenlijk als een uitgangspunt. Dat staat hier ook allemaal. Het zijn dus de politieke afspraken uit het regeerakkoord. Die SDG's, zoals dat dan in afkorting heet, dat zijn de leidraden. En het wordt gefinancierd door het budget voor ontwikkelingssamenwerking, de Official Development Assistance, ODA. Volgende sheet, denk ik.
Want wat zijn nou die doelen? Het voorkomen van conflict en instabiliteit, dat is echt een nadrukkelijke target. Het verminderen van armoede en maatschappelijke ongelijkheid. Het bevorderen van duurzame, inclusieve groei en klimaatactie. En dus ook het versterken van het internationaal verdienvermogen. Amadou die refereerde daar ook aan. En dus daarheen, eigenlijk als een rode draad, wordt ook heel sterk de nadruk gelegd op de positie van vrouwen en meisjes. En met name natuurlijk het versterken van hun positie. En dan valt natuurlijk op dat er een sterke keuze wordt gemaakt om te focussen op West-Afrika, Sahel en de Hoorn van Afrika. Omdat men zegt, ja, eigenlijk pakt het daarmee de grondoorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering aan. Als we daar echt op inzetten, als we daar een focus op aanbrengen. Dingen die natuurlijk wel ook continuering van beleid zijn, is op het gebied van voedselzekerheid, water, sanitatie, conflictpreventie en noodhulp. Er wordt ook extra geld vrijgemaakt voor noodhulp, jaarlijks 290 miljoen euro. En er worden ook nieuwe investeringen aangekondigd op het gebied van onderwijs, werk, jeugd en nogmaals vrouwenbeleid. Ook steun voor investeringen door Nederlandse bedrijven, met name ook een focus op het MKB, midden- en kleinbedrijf, die in die focusregio's actief zouden moeten worden of misschien gedeeltelijk al zijn. Daar kan je straks misschien ook wel iets meer over vertellen. En nogmaals aandacht voor ontheemde vrouwen, meisjes, migranten en mensen die opgevangen worden in de regio, zoals het dan is gaan heten, en een aantal nieuwe focusregio's. Nou ja, en dat betekent dat als je dat nou wilt uitvoeren, dat er dus nieuwe middelen beschikbaar moeten zijn. 400 miljoen per jaar. Voornamelijk, zoals gezegd, 290 miljoen daarvan voor noodhulp. Het budget is wel gekort ten opzichte van de oorspronkelijke afspraken met 1,4 miljard tot 2022. Als je het hebt over die 0,7 ambitie. Want pas in 2030 wordt er eigenlijk uitgerekend, zit je weer op die 0,7 als je deze beleidslijnen doortrekt. Wordt ook verwezen naar samenwerkingspartners, vooral natuurlijk de landen zelf, maatschappelijke ontwikkelingsorganisaties, Europese Unie. En dus nogmaals die sterke nadruk, Amadou die zei het al, op de private sector. En dus valt ook wel op, en dat is denk ik een van de vragen die we ook moeten bespreken, wat is nou die rol van de civic society en het maatschappelijk middenveld en misschien ook wel de rol van een aantal ontwikkelingsorganisaties. Nou, daar gaan we meteen over doorpraten. Reina Buijs, waarnemend, ik zei het al even, directeur-generaal internationale samenwerking. Je was lang plaatsvervangend directeur-generaal, heb je 4 jaar gedaan. Nu voor het komend jaar waarnemend directeur-generaal. Ik vroeg jou net, betekent dat dan een opstapje ambitie? Nee, zeg je, ik doe het juist voor de komende tijd als waarnemend directeur-generaal. En misschien daarna weer eens even nadenken over de volgende stappen. Misschien eerst eventjes dan toch naar die belangrijke punten die Amadou meteen maakt. Want dat zijn volgens mij best wel een aantal kernpunten die hij daar noemt. Hij zegt, om te beginnen is het toch wel de vraag, als je teruggaat naar die summit van de G8 in 2005, is er nou echt sprake van het ontwikkelen van een level playing field? Als je niet ook handelsbarrières voor Afrikaanse landen zelf weg kan nemen. Als je niet toch ook eigenlijk kijkt naar de root causes van armoede en migratie. En ik krijg toch, hij zegt het heel netjes, toch het gevoel dat hij zegt, we zijn nog niet zo erg opgeschoten ten opzichte van die oorspronkelijke afspraken bij die G8. Zit dat dan voldoende in die nota om daar wel aan toe te komen? Nou, dat is een hele goede vraag. En, we staan er natuurlijk met z'n allen voor. Het is niet iets tussen hen en ons of tussen ons en hen. Het is iets waar we een gemeenschappelijke rol spelen. En ieder in zijn of haar positie zijn eigen rol. En sinds de bijeenkomst in Glen Eagles is er natuurlijk wel heel veel veranderd. Als we alleen al kijken naar hoeveel meer mensen er uit de extreme armoede zijn getild. Als je dat even daarover nadenkt, in 1990 hadden we nog 1850 miljoen, 1,8 biljoen mensen die in extreme armoede leefden. Nu hebben we er minder dan 700 miljoen. Dus dat is een enorme verbetering die de wereld heeft doorgemaakt. Dat is eigenlijk een ongekende afname van extreme armoede. En ik denk dat dat iets is waar we met z'n allen even stil bij moeten staan. Wat betekent dat en wat is daar eigenlijk de oorzaak van? Het is heel moeilijk te duiden. En zeker als er dan gevraagd wordt, wat is nou directe invloed die jij hebt gehad in jouw werk, ook voor ontwikkelingssamenwerking. Tegelijkertijd weten we door die extra efforts die we met z'n allen hebben gedaan, dat er wel degelijk daar heel groot verschil is gemaakt. Mensen zijn versneld uit die armoede geraakt. Dus daar is een groot verschil. En ik denk dat een van de veranderende factoren is waar we het over hebben, als we het hebben over de context van ontwikkelingssamenwerking.
Dat betekent ook dat gelukkig veel meer landen die toen tot de allerarmste behoorden, nu in een andere fase van ontwikkeling zijn gekomen. En ook meer eigen verantwoordelijkheid willen nemen en kunnen nemen voor hun eigen ontwikkeling. Dat betekent ook dat je positie als donor, want daar hebben we het eigenlijk over, als Nederland als donor, verandert. En daarom heeft minister Kaag de Sustainable Development Goals echt als haar kader gekozen voor deze nota. Want in 2015 hebben we gezamenlijk, en dan heb ik het echt over bijna alle lidstaten van de Verenigde Naties, onze handtekening gezet onder die Sustainable Development Goals. En waarom zijn die nu zo belangrijk? Die gaan namelijk, die proberen de allergrootste uitdagingen van de hele wereld, waar we allemaal voor staan, zowel arme landen als rijke landen, daar die gezamenlijke problemen te benoemen en ook te aanvaarden dat we daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. En dat betekent dat je in de verschillende rollen waarin je zit moet kijken, wat kunnen wij daar nu aan doen? En ik denk dat dat heel erg anders is als zoveel jaren geleden toen we begonnen met ontwikkelingssamenwerking. De relaties zijn anders. Die zijn in die zin veel gelijkwaardiger geworden. Tegelijkertijd zitten we nu aan het staartje, mag ik hopen dat het staartje is, van het uitroeien van extreme armoede. En dat is altijd het moeilijkste. De eerste groep, de eerste afname, is altijd relatief makkelijk. Mm. Dat gaat eigenlijk wel snel. Dat is bij alle problemen die je aanpakt. Ja, dus eigenlijk zeg je in reactie op zijn toch wat gevoel, ja, van het omlaag en omhoog rollen van die steen. Verwacht nou even, er is toch wel een positieve ondertrend. Ja. Een heleboel mensen zijn uit die armoede gehaald. We zijn er nog niet, maar het is wel een enorme groep. Ja. En er is daardoor eigenlijk ook een andere soort dialoog ontstaan tussen landen waarin het ook economisch beter is gegaan. Eigenlijk een gelijkwaardige positie. En daardoor kun je ook een andere rol als donor aannemen. Ja. Dan zijn tweede punt. Hij zegt, ja, het is allemaal wel leuk, maar op het moment dat je private partijen inzet maakt van deze doelstellingen, vooral die SDG-doelstellingen, is het maar de vraag of die ook die publieke daarachterliggende waardes eigenlijk wel echt willen naleven. Ja. Kun je hen verantwoordelijk maken voor het bestrijden van terrorisme? Kun je hen verantwoordelijk maken voor het bestrijden van extreme armoede of droogte? Zij zullen toch vooral ook kijken naar waar, en dat is wel begrepen eigenbelang vanuit die partijen, die private partijen, gewoon winst te boeken valt. Ja. Nou, je kunt ook niet een private partijen voor al deze dingen inzetten. Tegelijkertijd is het interessante dat ook private partijen zich herkennen in die Sustainable Development Goals. Als het gaat over terrorismebestrijding, dan denk ik dat natuurlijk daar juist publieke actoren hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Overheden moeten daar echt hun rol nemen. Dat is nu eenmaal wat we met elkaar, zo hebben we het afgesproken, echt een publieke rol. Maar als het gaat over bijvoorbeeld die extreme droogtes ten gevolge van klimaatverandering of overstromingen, daar hebben we heel hard private partijen bij nodig. Enerzijds voor de technologie en de innovatie die ontwikkeld zijn en ingezet kunnen worden. En dat, dan heb ik het over kennisinstellingen, maar ook bedrijven waar innovatie wordt gedaan. En anderzijds ook voor investeringen. Want als wij de grote opgave van die laatste mensen in extreme armoede, de echte ambities die we hebben neergezet met de duurzame ontwikkelingsdoelen willen halen, dat kan nooit alleen met Official Development Assistance. We hebben zoveel meer middelen nodig. En dat kan alleen maar als je alle krachten bundelt. En daar heb je ook privaat geld voor nodig. En investeringen vanuit private ondernemingen. Je kunt zeggen dat brengt extra geld op tafel om die investeringen te doen. Aan de andere kant, en dat is Amadou zijn derde punt. In hoeverre zorg je er daarmee ook voor dat er exclusie, hè, uitsluiting gaat ontstaan. Dat mensen van hun land worden verdreven omdat het land verkocht wordt aan de hoogstbiedende. Ja. Of dat er niet eerlijk verdeeld wordt wat er misschien onder de grond zit aan mineralen. Ja. Of dat die toegang en al die know-how misschien is voorbehouden aan degene die ervoor wil betalen of de happy few. Ja. Nou, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. En dat is denk ik ook wat heel scherp naar boven komt. Nu we het hebben over minder armen, we hebben wel toenemende ongelijkheid binnen landen. Ja. En dat is natuurlijk iets wat je altijd ziet in landen in ontwikkeling. Er is altijd een bovenlaag die al dan niet eerlijk
profiteert van winsten. Dan heb je die grote tussenlaag waar eigenlijk de transformatie plaatsvindt, waar mensen mee kunnen gaan doen aan een arbeidsproces omdat ze een goede opleiding hebben en daadwerkelijk kunnen gaan ondernemen of actief worden. En dan heb je die hele moeilijke, hardnekkige onderlaag van mensen die echt aan het laatste eind trekken. En dat zijn mensen die in hele moeilijke klimatologische omstandigheden moeten leven. Hetzij last hebben van overstromingen, noemen een land als Bangladesh, of van enorme droogte. Nou, ik ga je even lastigvallen. Eigenlijk zegt hij, je importeert zometeen het kapitalistische model zonder de tegenkrachten en de reguleringen die nodig zijn om dat model in toom te houden. Nou, ik weet niet of dat zo is. Die tegenkrachten zijn natuurlijk gigantisch belangrijk. Want een maatschappij kan uiteindelijk alleen maar een goede maatschappij zijn als er checks en balances in zitten. En dat betekent een goed bestuur, een rol van de overheid die helder is en die ook verantwoording aflegt aan de mensen die hen verkozen hebben. Het betekent een eerlijk systeem van ondernemen waar je kansen hebt. Het betekent toegang tot sociale voorzieningen. Dat klopt. Ik denk ook dat we allemaal die trits wel kennen. Dat de ideale positie is. Maar zijn punt is natuurlijk wel, begin je niet aan de verkeerde kant. Je brengt private partijen in een sterke positie. Je geeft ze toegang tot die markten. Maar staat er nou een civic society tegenover, dat was zijn vierde punt, die de tegenkracht kan zijn, die de governance kan bieden, die het toezicht erop kan bieden, om dat echt tot een level playing field te laten. Maar dat is natuurlijk ook een onderdeel van ons beleid. En dat niet heel uitgebreid uitgewerkt staat in deze nota, dat klopt. Er is een beperkt deel van de tekst. Ik wil even, misschien om misverstanden te voorkomen, aangeven waarom het echt een nota is over ontwikkelingssamenwerking en handel. Mm-hmm. We hebben een minister die beide portefeuilles heeft en beide petten draagt. En dat is dus een heel breed scala van dingen. En binnen ontwikkelingssamenwerking hebben we ook aandacht voor private sector. Maar daarnaast hebben we het over handel. En dat is de handel van Nederland met en niet alleen de landen in West-Afrika of de focusregio's, maar wereldwijd. Dus ik denk dat dat ook de balans in de nota is. En in het midden daarvan is waar je elkaar vindt tussen hulp en handel, om het maar even zo te benoemen, hè? Die kruisbestuiving. En daar heb je die gemeenschappelijkheid, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Dan de rol van civil society, die is ontzettend belangrijk. Het is niet voor niks dat wij een beleid hebben om juist de organisaties, de maatschappelijke organisaties, te steunen in hun rol om die luizende pels, die countervailing power rol te kunnen spelen. Dat doen we eigenlijk een beetje tegen de stroom in, omdat we in de hele wereld een eigenlijk krimpende ruimte zien voor maatschappelijke organisaties om die rol te spelen. En de vorige minister heeft echt, denk ik, haar nek uitgestoken om te zeggen, juist wij, Nederland, kunnen dat doen. Wij zijn bereid om daarin te investeren. Want dat is iets waar niet iedereen ook in wil investeren. En dat is het beleid wat nu staat en waar we mee bezig zijn nog met de uitvoering. Dat wordt ook geëvalueerd en daar komt een vervolg op. Dat is niet uitgewerkt in de nota nog, maar dat is een vervolg. Dus dat moet ik misschien even toelichten. Want nou ja, het is fijn dat u dat nu zegt. Dat u zegt van nou, oké, daar moet nog meer toelichting op komen. Tegelijkertijd maakt het natuurlijk wel deel uit van een soort heel duidelijk krachtenveld wat is opgeroepen in de speech van Amadou, waarbij je eigenlijk letterlijk zegt, checks en balances moeten goede orde zijn. We weten allemaal ook uit Nederlandse ervaring, als je de private sector, met alle respect voor wat die allemaal doen, maar de privatiseringsoperaties van de jaren 80 en 90 laat zien, checks en balances. Zeker. Als daar geen goede tegenkracht in het leven wordt geroepen in de vorm van toezichthoudende partijen, als er niet ook een consumentenrol is die pittig is, als er transparantie is, dan gaat het snel kapseizen. Dan komt die rol van die consument in het geding. Dan komt die rol van die burger in het geding. Klopt. Met die know-how zou je zeggen, nou jongens, moeten we misschien hier zeker even oppassen, want we weten dat het krachtenveld niet zo sterk ontwikkeld is. Wij weten ook dat die private partijen misschien al snel de bovenliggende partij kunnen zijn. Nou, ik denk dat je het zeker niet de bedoeling is van de nota en ook zeker niet het Nederlandse beleid is. Het interessante is juist door de Sustainable Development Goals als leidraad te nemen en die ook in toenemende mate
van toepassing te laten zijn, ook als het gaat over handel. Dat is juist heel erg interessant. En het is ook bijzonder, toen wij in New York onze handtekening hadden gezet onder de Sustainable Development Goals, het eerste wat gebeurde in Nederland was een SDG-charter, waar ook bedrijven in zaten. En ik denk dat dat wel de omslag is. Dus het is niet... ik vind het eerlijk gezegd een beetje gevaarlijk om te zeggen, ja, als die de bovenliggende partij worden. Ik denk dat we met z'n allen aan het zoeken zijn naar een beter evenwicht, waar ook juist verantwoordelijkheid voor duurzaamheid, voor klimaat, voor het bieden van perspectief. Want laten we ook heel eerlijk zijn, banen die worden niet gegenereerd door de publieke sector. Ja, maar in hele beperkte mate. We willen ook niet hele grote ministeries met heel veel ambtenaren. Dat is ook niet productief. De banen worden gecreëerd door ondernemers. En ook dat als je, of je in de landbouw werkt, hè, dat zijn ook ondernemers. Ook daar worden banen gegenereerd. En juist die verbinding leggen tussen de publieke sector die randvoorwaarden schept, zodat er dat eerlijke speelveld ontstaat en dat er checks en balances kunnen zijn en dat er regels zijn, die environment for doing business op orde is. Dat maakt dat ook ondernemingen op een goede manier banen kunnen genereren. Dus het is, ik denk, ook een andere manier van evenwicht zoeken. Maar uiteraard kan dat niet zonder die checks en balances in een maatschappij. Ja, dus met andere woorden, dat hoort er wel bij. Zeker. Dan nog misschien eventjes, want ik ben niet alleen maar bezig om u door midden te zagen. Maar het is denk ik wel belangrijk om even gewoon die kritiekpunten van Amadou erbij te pakken. Want die lijken mij relevant. Is natuurlijk ook wel gezegd, ja, is het nou een nota die uiteindelijk ambitieus genoeg is? Hè? Is in het verleden door Nederland heel nadrukkelijk ingezet op die 0,7%. We zitten er nog steeds onder. Ja. Gaat dat toch een beetje schuren en wrijven in relatie tot de ons omringende landen? Is die nota in dat opzicht ambitieus? Nou, ik weet niet of je dat aan de nota kunt toeschrijven of aan het regeerakkoord. Ik denk dat je daar moet zijn. Dat is een politieke keuze geweest. En daar ga ik helaas niet over. Ik denk dat het heel fijn is dat wij in de nota de ambitie voor de 0,7 weer hebben kunnen neerzetten. En waar de nota vooral over gaat, is met de middelen die er wat extra op tafel zijn gelegd door het huidige kabinet. In de eerste plaats om de dip die was ontstaan door geld naar voren te halen van komende jaren, om die te repareren en nog een eenmalige extra investering van 1 miljard, we niet verder wegglijden. En daar denk ik dat heel erg goed is, maar dat is een uitwerking van het regeerakkoord. En de nota is een zo goed mogelijk aanwenden van die middelen voor de prioriteit waarvan wij denken dat die nodig zijn in de wereld en waar Nederland ook toegevoegde waarde kan bieden. Dus we hebben doorgezet, en dat is eigenlijk heel mooi, de meerwaarde die al eerder door Nederland eigenlijk in evenwicht was gebracht. Van, nou, waar zit nou die toegevoegde waarde van Nederland? De thema's die je straks zelf ook al noemde, van water tot seksuele reproductieve gezondheid en rechten en internationale rechtsorde en voedselzekerheid. Daaraan bovenop heeft minister Kaag gezegd, ja, maar juist gezien het gebrek aan perspectief van veel jongeren in een groeiende bevolking, met name in Afrika, met name ook in West-Afrika, is het werken aan onderwijs en banen een logische stap. En daar ook weer, wat ik net zei, die verbinding met die private sector, want die heeft daar een rol te spelen. Oké. Reinerwijs, ik wil je heel erg bedanken voor deze toelichting en het beantwoorden van de vragen. Dank je wel. Graag gedaan. Zoals gezegd, we gaan erover doorpraten. En dat doen we in twee rondes. Allereerst met Farah Karim. Zij is directeur van Oxfam Novib. Mag ik haar vragen om aan te schuiven? Amadou Kanouté, wij hoorden hem natuurlijk al even. Mag ik ook vragen of jij hier aan tafel wil komen? En Marijn Visser van VNO-NCW. Specifiek gericht op MKB en de economische ontwikkeling. Hij schuift hier ook aan deze tafel. En misschien als mensen denken, hoe zit het nou eigenlijk? Die Amadou die verstaat toch geen Nederlands? Hij heeft uitstekende tolkhulp in de vorm van Hildo Bos. Dank je wel trouwens, Hildo. Hij krijgt dus elke keer de vertaling op de oortelefoontjes en kan dus ook reageren.
Laten we eens even kijken waar we nu staan. We hebben, denk ik, op een aantal hoofdlijnen nu de nota scherp. Misschien eerst maar eens eventjes, Farah Karimi, directeur Oxfam Novib. Jouw respons, toen jij die nota las, hij kwam vers van de pers, hij werd besproken in het kabinet, ik geloof vorige week vrijdag. Vanaf dat moment wordt zoiets vrijgegeven. Wat is jouw reactie? Nou, misschien moest ik eerst beginnen met de minister voordat ik over de nota heb. Want heel vaak is het natuurlijk wat in de nota geschreven is en dan is er één persoon die daarachter staat. Ja. Ik ben heel erg optimistisch als het gaat om de inzet van de minister zelf als persoon. Ik denk dat zij met haar ervaring van internationale samenwerking en ook echt met beide benen in de modder gestaan hebben in heel moeilijke omgevingen en contexten, dat zij echt goed weet waar echt die problemen liggen en wat je nodig hebt om daarin goede antwoord op te geven. Ja, iemand die dus, weet waar ze het over heeft. Exact. En ook niet van simpele dingen is en dat ook een beetje vars is van misschien politieke spelletjes. Dus dat is wel heel mooi dat we zo een minister hebben. Dan heb je natuurlijk wel een politiek gegeven dat zij in een coalitie zit. En in de coalitie, er zit er gewoon een grote continuïteit van gedachten, zoals het dan al geweest is in afgelopen jaren. Dit is zoveelste kabinet Rutte. En daarin zitten gewoon bepaalde krachten. En dat zie je gewoon vertaald in deze nota. Dus de nota is grotendeels continuïteit. Er zit echt heel veel van vorig beleid. Dus als je kijkt naar de uitgangspunten van... het moet natuurlijk eigen belang dienen. En daarbij is het dan dus zeg maar goed voor ons bedrijfsleven, is goed voor ons. Het zou natuurlijk ook migranten buiten de deur moeten houden. Dat is het tweede belangrijke punt als uitgangspunt. En derde, zeg maar, het budget. Dat is veel minder dan wat wij internationaal hebben afgesproken. Die continuïteit zit er nog steeds helaas in. Dan als je kijkt naar waar heeft deze minister wel een stempel op gedrukt, denk ik dat is dus dan meer proberen politieke te maken, het hele conflict in te brengen. Tegelijkertijd ook het kader van SDG's als kader nemen. Waarbij ik al een opmerking wil maken over de tekortkoming van SDG's. Kijk, SDG's zijn fantastisch. De afspraken die daarin gemaakt zijn, is geweldig. Dat gaat niet alleen over daar, gaat het ook over hier. Het spreekt over echt alle belangrijkste problemen van onze tijd. Maar een heel belangrijke tekortkoming van SDG's is dat de krachten die ons in deze situatie hebben gebracht, overheersend kapitalistisch model, waar jij ook naar gerefereerd hebt, daar wordt ook de oplossing gezocht. En dat is natuurlijk altijd heel gek. Hoe kan het zijn dat dat model wat ons gebracht heeft waar we zijn, met enorme ongelijkheid, met enorme klimaatverandering, problematiek en noem maar op, dat ervoor zou moeten zorgen dat wij nu alle problemen fantastisch gaan oplossen met dank aan de private sector. Maar dat kan Marijn Visser misschien wel toelichten. Want jij bent als secretaris internationaal economische zaken bij VNO-NCW actief. Wordt veel van dat bedrijfsleven verwacht. Je kunt het framen zoals je wil, maar er wordt echt gezegd, daar verwachten wij wat van. Wij willen dat midden- en kleinbedrijf specifiek gaat helpen bij het oplossen van een aantal van die belangrijke ambitieuze doelen. Laat ik eerst maar gewoon eens even eerlijk vragen, is dat een reële ambitie? Als je gewoon eerlijk kijkt naar je eigen achterban, kunnen jullie dat waarmaken? Nou, laat ik heel kort iets over die Sustainable Development Goals zeggen. Ik heb ook onze mooie brochure meegenomen. Wij hebben geïnventariseerd wat bedrijven, of dat nou leeft bij bedrijven, bij onze achterban. Nou, dat leeft dus enorm. We hebben dan ook de slogan Global Challenges, Dutch Solutions. Het klinkt een beetje aanmatigend, maar dat is ook een beetje wat wel uit die nota van minister Kaag blijkt. Hè. We staan voor grote uitdagingen en het Nederlands bedrijfsleven kan daar antwoorden op bieden. En die kennis en kunde en die innovatie, het werd net door mevrouw Buijs ook gezegd, die is hard nodig. Dus wij zien de SDG's ook als een mogelijkheid. Maar het is natuurlijk ook zo, dat is
Iemand als Paul Polman is nauw betrokken geweest bij die SDGs, bij de totstandkoming, de topman van Unilever. Je hebt die kennis en kunde van dat bedrijfsleven nodig, anders kan je die draai niet maken. Dit kan de publieke sector niet alleen doen. Daarom hebben we ook als 17e SDG die partnerships. Dat is denk ik de laatste, maar misschien wel de belangrijkste SDG. We moeten dit samen oplossen. Dit kunnen we niet alleen. Dit kan het bedrijfsleven ook niet alleen. Moet met de overheid, moet met NGO's, moet met vakbonden, moeten met z'n allen. Moeten we daarmee aan de slag. En wij denken dat dat inderdaad moet kunnen. Ik ben er toch wel even benieuwd, want luister, er zijn hele goede voorbeelden. We kennen MKB-bedrijven die echt hele bijzondere en goede dingen doen. Dus we gaan dat niet afdoen als dat is onbelangrijk. Er wordt heel veel geïnnoveerd. Er zijn interessante ontwikkelingen op dat gebied. Maar ik vraag me wel af, als er nu in deze nood echt gezegd wordt, nou, jullie gaan dat doen. Jullie gaan eigenlijk gewoon door die private investeringen het verschil maken. Jullie gaan die SDG-ambities dichterbij brengen. Dan zou ik persoonlijk als VNO-NCW een beetje zenuwachtig beginnen te worden. Want je hebt daar een heel ander soort level playing field. Er zijn er hele andere manieren waarop een overheid opereert. Er zijn er conflicten. Ja, daar wil ik toch wel iets over zeggen. Ook ja. In reactie op wat we net bediscussieerd werden. Er wordt net gedaan alsof bedrijven in een soort leemte opereren. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn internationale kaders. We hebben bijvoorbeeld de UN Guiding Principles. We hebben de OECD Guidelines. Met name die laatste. Bedrijven hebben zich ook gecommitteerd aan internationale spelregels. Dus het is niet zo dat we een free fight ingaan, zou ik maar zeggen. Dus je kunt niet zomaar als bedrijf, zodra je bijvoorbeeld, oneigenlijke landonteigening doet, kan je op de vingers getikt worden in het Nederlandse systeem. En dat gebeurt ook. En dat is ook terecht. Ik bedoel, we kunnen niet een volledig... De kapitalistische beer moet wel een beetje getemd worden. Ik doe het even wat anders, want dat begrijp ik wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat de basisvoorwaarden waaronder je überhaupt kunt ondernemen in een aantal van die landen gewoon heel marginaal zijn. Waardoor je toch moet zeggen, ja, het is wel een mooie ambitie. Maar kunnen wij er überhaupt gewoon opereren, nog los van al die voorwaarden? Nou, wat je ziet bij het handelshoofdstuk in de nota is dat we veel strakker publiek-privaat gaan samenwerken. Ik kan daar hele verhalen over vertellen, maar dat is voor dit verhaal niet zo relevant. Maar dat moet dus bij ontwikkelingssamenwerking ook gebeuren. Je kunt niet als bedrijfsleven volledig los opereren. Dus ondersteuning bijvoorbeeld van civil society in de landen zelf is ook een belangrijke taak. Kan ook niet anders. Dat moet ook gebeuren. Het moet altijd in een samenwerking zijn. Maar wat ik heel erg moeilijk vind, en dat was het ook eigenlijk ook bij vorige minister, en dat is ook de voortzetting van het beleid, dat die twee dingen zo door elkaar gebracht worden. Kijk, ik begrijp dat je als minister van Buitenlandse Handel een visie moet hebben op handel en positie van Nederlandse bedrijfsleven. En daar gaat het ook om grootste handel eigenlijk met Verenigde Staten, met Europese Unie en noem maar op. En gaat het niet om eigenlijk in beperkte mate bijvoorbeeld met West-Afrika. Dat begrijp ik. Tegelijkertijd verwacht je van minister van ontwikkelingssamenwerking een hele scherpe visie op ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. En dan daarin de rol van private sector. Die twee dingen lopen soms door elkaar en maken echt de discussie ingewikkeld en moeilijk. Dat is één. Tweede is, als het gaat om minister van Buitenlandse Handel, zou mijn verwachting zijn van hoe zit het eigenlijk met de handelbarrières voor de markttoegang voor producten uit die landen. Geen woord over. Hoe zit het eigenlijk met het landbouwbeleid van de Europese Unie en de gevolgen daarvan voor de producten in Afrika en landbouw in Afrika? Want daar bent u ook voor verantwoordelijk. Nou, dat komt er niet in terug. Hoe zit het met die belastingontwijking door grote multinationals? Die zouden eigenlijk in die plekken moeten belasting betalen waar ze de productie hebben. En op die manier kan je finance voor development maar voor. Marijn zegt, wacht eens even. Dus, wij moeten gewoon voldoen aan al die internationale regels. Nee, wij worden op de vingers getikt op het moment dat we daar overheen gaan. Dat is niet eens over hem als bedrijf. Het is over onze handelssysteem. Mm-hmm. Over verhoudingen. Hoe bedrijven wij eigenlijk handelen met elkaar. En wat is goed voor ons en wat is goed voor eigenlijk Afrika, Azië en ontwikkelingslanden. U zegt eigenlijk die nota dus slaat een belangrijke voorwaarde over, namelijk het adresseren van de spelregels dus waarbinnen je moet opereren. Als minister van Handel zeg ik dat. Ja. Dan komt het als minister van Ontwikkelingssamenwerking waarin je zegt, ik vind dat bedrijfsleven een rol kan spelen en ik zie graag dat ze die rollen spelen in ontwikkeling.
En daar is, dat is volgens mij waar wij heel vaak de discussie hebben. Wat is eigenlijk de geëigende rol voor bedrijfsleven? Wie gaat ervoor betalen? En ik ben er valikant tegen dat het dan ontwikkelingsgeld wordt gebruikt om de subsidies te geven voor bijvoorbeeld markttoegang voor Nederlandse bedrijven te realiseren. Okay. Amadou, laat ik het jou vragen. Kun jij in eerste instantie eens even mee met toch de gedachte dat bedrijfsleven kan juist dingen voor elkaar brengen die misschien civil society of de overheid niet kan? Want er wordt toch op een slimmere manier geïnnoveerd, er wordt sneller geïnnoveerd en dat kan uiteindelijk misschien wel ten goede komen aan het behalen van die doelen. Ook al zijn er misschien wel voorwaarden die nog niet helemaal ingelost zijn. Eigenlijk zegt Marijn dat ook, wij moeten onder internationale condities werken. Vertrouw ons, wij kunnen dit. Definitely. Yes, this is something that we need to take into account, the role of private sector. They have a role to play. But what we are saying is that we do not want them precisely to perform just like if they were operating in a vacuum, which is precisely the point that has been made earlier on. What we are saying is that guidelines are just not sufficient. Because these are generally voluntary guidelines. Voluntary guidelines, you do them or you don't do them. It's up to you to decide. And in most cases, if there is not a strong government that can make sure that the guidelines, when you say as a corporate, as an organization, that I'm going to abide by the rules set in that guideline, if there is no strong civil society that can monitor, play the watchdog role to ensure that companies are doing what is in the guidelines, it is just something that is left out. Okay, so we first have a response from Marijn and then we come back. Marijn, even toch. Er wordt eigenlijk gezegd door Amadou, allemaal leuk, maar er is gewoon dat level playing field onvoldoende georganiseerd. Er is geen watchdog. En het zijn vrijwillige regels waar je aan moet houden. Dat is zelf opgelegd. Kunnen we misschien een aantal aanmerken en mooie etalagebedrijven wel toevertrouwen. Maar daaronder zijn er een heleboel die gewoon hun gang kunnen gaan. En dan is er eigenlijk onvoldoende civic society tegenkracht om daartegen in het geweer te komen. Ja, daar zou ik kort drie dingen over willen zeggen. Eén, je hebt die OESO-richtlijnen. Die zijn niet vrijblijvend. Je hebt ook een toezichthouder, het Nationaal Contactpunt. En als er klachten zijn, bijvoorbeeld vanuit de vakbeweging is heel actief daarbinnen. Maar ook NGO's zoals OECD Watch, et cetera. Als je daar een klacht aan je broek krijgt, bijvoorbeeld omdat je over de scheef gaat in landen over de grens, dan wordt dat in de boardroom besproken. Neem dat maar van mij aan. Ik zit ook in het overleg met dat Nationaal Contactpunt en dat wordt door bedrijven zeer serieus genomen. Dus dat is geen vrijblijvende exercitie, die internationale regels, als één. Ten tweede hebben we ook NGO's, we hebben de vakbeweging is internationaal actief, et cetera. Dus zodra jij over de schreef gaat, word je publiekelijk op de vingers getikt. Dat gebeurt ook. Maar even, dat kan dan internationaal gebeuren. Dat kan in onze contraien gebeuren. Maar waar Amadou natuurlijk ook over praat, is gewoon de lokale situatie waar dat handje drukken niet helemaal goed georganiseerd is. Omdat gewoon die lokale tegenkracht. Nee, daar moeten ook, inderdaad, daar zijn we het denk ik over eens. Daar moet er ook een civil society daar geïnvesteerd worden. Ja. Dat moet een partnership zijn. En heeft dan daar het bedrijfsleven een rol om ook zelf zijn eigen tegenkracht te organiseren? Ja, dat kan. Ja, maar daar hebben we allemaal een rol te spelen. Ja. Oké, okay. Nou, heel positief. Ja. You know where the counter force comes from? It's when one company is not abiding by the rules that they have set together. And then civil society or government raises the red flag and says, no, you're not doing the right thing. Then the others who do not want to be seen as black sheep would also go against the one that has not respected the rule. That's what we have seen when we saw some companies in the extractive sector in Senegal who waited 2 years after they started their operation before they conduct their environmental assessment, impact environmental assessment. 2 years.
after the operation started. That's what we saw when those same companies, when you look at the guidelines from the FAO, saying if you extract, you need to, after you've done, you need to ensure that the land is put back in a condition that will allow farmers, peasants, to use the land. They would just leave it like that. When we conducted a study that showed those flows, because those companies were from Spain, we went to the University of Madrid, organized the same thing we are doing now. All those companies were there, and what they did was to call on that particular company and say, you were doing the wrong thing, it's bad for our image. So that's when those companies would come and complain against the others. So they will play their own counterforce role because they have to make sure that they want to continue. Ja, zeker. Ga je dan. Kijk, er is ook nog de vraag van vanuit perspectief van ontwikkeling van een land gezien. Wat je zou graag willen, en zeker ook in deze nota wordt heel veel aan terecht gesproken over werkgelegenheid voor de jongeren. Of bijvoorbeeld een Nederlandse compagnie die iets gaat doen in een land daar echt een substantiële bijdrage kan leveren. Als je echt substantiële bijdrage wil leveren, en dat is wat Reina ook zei, van nou ja, private sector creëert ook banen. Ja, dat klopt, maar dat is lokale private sector. Dus belangrijk is van hoe zorg je ervoor dat middenklein bedrijf bijvoorbeeld kan zich ontwikkelen in die landen. Welke enabling environment heb je nodig? Maar laten we wel even één ding vaststellen. Hè? Ik bedoel, we zijn misschien in dat opzicht, dat zegt Reina wel weer een stap verder. Het idee van alleen maar het geven van noodhulp of structuren van ontwikkelingsorganisaties wordt langzamerhand een gelijkwaardige positie, zegt zij, op het moment dat er ook lokale economie gaat ontstaan. Ja, dat is waar ontwikkelingsorganisaties altijd voor hebben gepleit. Ja. Kijk, dat wordt er een bepaalde traditionele ontwikkelingsbeeld gecreëerd waar ik me in absoluut niet herken. Als je kijkt, de hele trade-discussie, nee, goed, dus even voor dat de duidelijkheid, komt je gewoon zegt, van ontwikkelingsorganisaties. Ja, je bent het dus eens met Reina als ze zegt, dat creëert wel de banen. Het is goed dat dat bedrijfsleven daarin staat. Sterker nog, heel veel van ontwikkelingsorganisaties doen ontzettend veel daarop. Ja. He, dus dat, nou, om te beginnen, ik bedoel, de cijfers van volgens mij Amadou waren ook heel duidelijk. In West-Sahara, als je daar echt impact wil hebben, dan moet je je alleen maar focussen. Ik zou zeggen, vooral focussen op landbouw. Wat mij ook opvalt, Vaar, is dat er eigenlijk iets wat een tijd terug het modewoord was, namelijk microkredieten, laat mensen zelf hun eigen bedrijfje starten door die kleine leningen, dat eigenlijk plaats heeft gemaakt door toch, breng de know-how van onze bedrijven nou eerst maar daar naar binnen en dan liften we daarmee veel sneller de economische groei. Nou, ik zou zeggen dat die microkredieten is nu een veld geworden waar juist die grote banken in heel erg actief geworden zijn. Ja. Onze eigen ING is een heel grote speler geworden in microkredieten. Want dat is nou juist ergens waar ze zeker verzekerd zijn van hun winst. Is dat dan een goede of een slechte zaak? Nou, ik vind het op zich een goede zaak als je weer die civil society hebt die dan gewoon bovenop kan zitten en kijken van wat zijn die perverse impacten van daar vandaan. Weet je? Oké, maar dan even door naar Marijn, die zegt, ja, nou, dat is precies het speelveld wat we met elkaar moeten creëren. Wij zullen ons ding doen, wij brengen als bedrijven die helemaal situatie niks op tegen. Kijk, dat heb ik ook gezegd. Ik heb er helemaal niks op tegen dat Nederlandse bedrijf in Ghana gaat en investeert en doet. Prima, be my guest. Daar heb ik helemaal niks. Mijn zorg zit erin, als je ontwikkelingsmiddelen, het geld wat het eigenlijk al heel erg beperkt is en steeds aangekrabbeld is, dat je die middelen inzet als subsidies, als ondersteuning voor Nederlandse bedrijven die dat prima op eigen kracht kunnen. Marijn, prima, geen probleem mee. Je krijgt eigenlijk gewoon een extra bonus voor het werk wat je toch al doet. Ik heb zoiets van, nou wij gaan ook graag met jullie in dialoog. Dat is denk ik niet helemaal waar.
Het valt niet mee als jij wil gaan investeren in Ghana of in de Sahel om een lening bij de bank te krijgen. Dat is te simpel. Nou, daar hebben we dan een Dutch Good Growth Fund voor, staat ook in de nota. Om, extra fonds. Een extra fonds, ja. Dat revolverend is, dus het moet het geld ook weer terugverdienen. Dus in die zin is het geen subsidie, maar dat even daar gelaten. Maar dat je dus ondernemers daar een zetje in geeft, dat is prima. Dat je ondernemers. Vind je het terecht dat dat gebeurt door het geld van, in principe bestemd voor ontwikkeling? Ja. En daar zit het echt ons grootste meningsverschil. Niet dat dat dan Nederlandse bedrijven daar niet zouden moeten gaan. Dat is prima. Dat hebben ze ook trouwens altijd gedaan op eigen kracht. Mm-hmm. Waarom zou het nu niet kunnen? Nou ja, hij zegt net er is een extra zetje nodig, want het is gewoon heel ingewikkeld om daar te opereren. Ik herinner me echt, als Kamerlid ben ik dan in Ghana geweest, om maar gewoon een voorbeeld te nemen. Daar zat er echt enorme Nederlandse bedrijfsleven en die hadden helemaal geen behoefte aan Nederlandse steun. Dus die deden dat. Kijk, het probleem is dat er dan vanuit VNO-NCW in afgelopen jaren enorme lobby gevoerd. En we weten dat ze heel succesvol zijn in hun lobby's. Zoals bijvoorbeeld dividendbelasting. Daar zaten ze, dat zeiden jullie, ik kan er niks aan doen. Dus daar zijn ze jullie heel erg succesvol geweest. Van nou ja, daar zit er gewoon een pot geld. Nou, geef ons maar een deel daarvan en dan gaan wij dit en dat doen. En wat onze grootste zorg is en onze grootste kritiek is, dat we constant studies, evaluaties zien verschijnen, die laten zien dat zeg maar alle deze projecten kan impact daarvan en invloed daarvan niet bewezen worden. Oké, laten we even Amadou de reality check hebben. Want uiteindelijk zijn we allemaal op zoek, waar doen we het voor, die impact, om uiteindelijk die doelen dichterbij te brengen, om ervoor te zorgen dat dit een versnelde ontwikkeling teweeg brengt. Denk jij nou dat met behulp van die inzet van het bedrijfsleven en natuurlijk met alle mitsen en maren die Farah ook erin gebracht heeft, toch uiteindelijk die doelen sneller kunnen worden gerealiseerd? Let me start with one thing. It is the whole issue of de-risking investment. Exactly. I mean, I cannot understand that. I have troubles understanding that for a businessman. Exactly. I would expect that going into business means taking risks. Mm-hmm. And to do that, well, you should be prepared to take risks. But if you should be going and saying, I however need a parachute, right, from the government, meaning you take public resources, public money, to de-risk for investors, there is a problem, an ethical problem, a governance problem, there is a problem. Okay, one response. Maar eigenlijk zegt hij nu, jullie zijn gewoon subsidieslurpertjes. Je kunt je eigen ondernemerschap niet goed. We lijken wel NGO's, ja. Nog erger, vele malen. Oké, dat was de grap, maar ga er eens even op in. Ga er even op. Helemaal erger. Hij zegt, voor een echte ondernemer heb je dat toch niet nodig. Dan ga je toch die risico's aan. Nee, daarvoor is... dit zijn vaak hele ingewikkelde markten waar vaak allerlei barrières zijn. Daar zit inderdaad een verhoogd risico op. Dat haal je voor een stukje weg, nooit helemaal. Ik zeg helemaal niet dat. Maar Marijn, toch even kritisch dan, hè? Als je dit nu zegt, wat ik op zich heel goed begrijp, zou je andersom dan ook als VNO en NCW moeten zeggen: wacht eens even, als er zoveel van die barrières zijn, moeten we misschien ze ook even omdraaien. Wij hebben er ook een aantal van die barrières neergelegd in Europa. Dat klopt. Ik ga mevrouw Karimi een beetje gelijk geven. Als het om het landbouwbeleid gaat, dan valt al heel wat te verbeteren in Europa. Dat is één. Ja. Ten tweede, ik weet, een van onze leden wil bijvoorbeeld vanuit Afrika fruit exporteren naar Europa. Loopt er zelf tegenaan? Die loopt daar zelf tegenaan. Dat kan, ja. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Want dan gooien wij bepaalde, dat heet dan technical barriers to trade. We gooien bepaalde handelsbarrières op. Om die export zou vergemakkelijk moeten kunnen worden. Want dan maak je het voor Afrikaanse landbouwers makkelijker om te exporteren naar Europa. Dit is toch eigenlijk wel een goed voorbeeld dat het prima is dat die Nederlandse investeerders daar zitten. Want dan ontdekken ze zelf wat een waanzinnige hoop barrières zijn. Nogmaals, ik heb helemaal niks op tegen dat Nederlandse investeerders daar zitten. Punt zit, je hoeft er niet publieke middelen gebruiken in te zetten om dat te ondersteunen. Okay, daar dat gaat is jouw het principiële dus punt. Dat is echt een principiële punt. Ja. En kijk, wij hebben niet de luxe
van om het geld, wat dat sowieso heel erg schaars is, om dat dan uit te geven aan winstgevend maken van bepaalde investeringen. Want er is ontzettend veel geld nodig. We weten dat er dan nog steeds enorme investeringen nodig zijn in sociale sectoren, in onderwijs, in gezondheidszorg, in infrastructuur. Misschien zou je niet verwachten dat ik dat zeg, maar infrastructuur is ook ongelooflijk belangrijk. Dus om overheden in staat te stellen om die publieke taken op zich te kunnen nemen, daar is er dan geld voor nodig. En van overheid tot overheid, de relatie gaat erom om die overheden daar in staat te stellen om die taken uit te oefenen. Eerst nog even langs Amadou en dan kom ik weer even bij jou. Je zou ook kunnen redeneren dat die bedrijvigheid die gaat ontstaan er ook voor zorgt dat er taxation mogelijk is. Dat je lokaal belasting kunt gaan heffen, wat je kunt gaan investeren in infrastructuur, in onderwijs, met andere woorden, in al die doelen waar we het over hebben. Dat is toch wel een mooie opbrengst. Ja. Maar je moet ook belasting betalen. She talked about the tax evasion issue. You know how much Africa is losing every year out of tax evasion? We are talking of $50 billion. You know how much do we get in ODA? $60 billion. So what we are saying is, if we can get European countries to help us reinforce the capacity of our tax administration to work with the industries to ensure that we know precisely how much they are producing, how much they are exporting, I'm sure a big chunk of the $50 billion that go out of Africa every year will stay there. That is one. Okay, ja, dus als ik je even mag samenvatten, het zou een goed idee zijn als de Nederlandse Belastingdienst eigenlijk zou worden geëxporteerd. Dat ze even de know-how daar... Nou, Nederlandse Belastingdienst. But then, you know, there's one very peculiar thing that I think it is important we highlight. We've been talking about migration. And I'm sure the Dutch government, the OECD countries might at some point be saying the African governments are not doing enough to prevent people from moving. But the thing is, we are getting $60 billion every year from the migrants who are in Europe, who are in America, and so on, flowing into Africa. What do you want a head of state to do? He's sure he's losing money out of tax evasions. On the other side, he's getting about the same amount in ODA. But then his people who have flown away from Africa, send the money back, are sending in $60 billion, almost the same amount. Marijn, dit is toch wel een interessant sommetje. Ja, dat is zeker. Ja. Belasting moet ook gewoon betaald worden. Er zijn ook internationale afspraken over in de OESO, hè, de base erosion en profit shifting, zoals dat heet. Ja. Je hebt ook bedrijven, ook Nederlandse multinationals, eentje zit er hier in de buurt, die ook in hun jaarverslag aangeven hoeveel belasting ze per land betalen. Maar laten we nou even straight zijn. Als het onze eigen overheid al niet lukt, misschien zelfs wel een beetje bewust niet lukt, om een goed level playing field hier in Nederland te organiseren over taxation, wat verwacht je dan eigenlijk dat er daar gaat gebeuren? Nou ja, op zich heb je ook projecten inderdaad om de Belastingdienst in die landen te versterken. Maar dat is een uitwisseling met de Nederlandse Belastingdienst. Ja, maar goed, Nederland is ook geen belastingparadijs, dat weten wij. Dus dat, wat dat betreft, ook als organisaties zoals Oxfam, zijn we ook hier actief om dat natuurlijk aan de orde te stellen. Want dat, daar zie je ook van, zo'n nota is gewoon heel erg beperkt. Mm-hmm. Dat zet een aantal dingen neer. Wat het, ja, je zou kunnen zeggen, dat zijn meest veilige onderwerpen. Waar je dan dieper onderliggende, zeg maar, onderwerpen zoals echt handelsbeleid. Hoe kan je dat eerlijker maken? Echt faire handelsbeleid creëren. Hoe maak je een belastingssysteem wat dat dan echt functioneert ook voor die landen? Een investeringsbeleid wat dat niet alleen, zeg maar, grote bedrijven zekerheid biedt, maar inderdaad MKB ondersteunt en vooral MKB in de landen zelf ondersteunt. Nou, dat zijn meer fundamentele discussies. Europese landen
landbouwbeleid. Nou, die zitten hier allemaal niet. Hier zitten wij een beetje op bovenbouw, zou je kunnen zeggen, van meer veilige onderwerpen en thema's. En daar heb ik op zich niks op tegen. Alleen ik miste dat meer onderliggende structurele onderwerpen aan discussies. Oké. Dank. Ik wil jullie alle drie heel erg bedanken voor je toelichting en het gesprek over met name die economische focus. Dank jullie wel. Dank je. We gaan even changeren. Er komen wat, wat glaasjes bij op tafel voor onze volgende gasten. Zo, dan kunnen weer schone glaasjes worden ingeschonken. Ik wil graag aandacht vragen voor Mahir Alkaya. Hij is Tweede Kamerlid voor de SP. Bart Romeijn, die vertegenwoordigt PARTOS, de overkoepelende organisatie. Ik zei het al even van ontwikkelingsorganisaties. En Mirjam van Rijzen. Zij is hoogleraar en ik wil hen alle drie vragen om aan tafel plaats te nemen. En geef ze een hartelijk applaus. Ja, jullie krijgen van Bart, en dat is al heel erg aardig, allemaal even een beetje water ingeschonken. Bart, dank je wel. En dat geeft mij de gelegenheid om, daar is nog een glas, de gelegenheid om met Mirjam te beginnen. Mirjam, voor de mensen die jou niet kennen, je bent hoogleraar International Relations, Innovation and Care aan de Universiteit van Tilburg. Je bent ook voorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Je hebt de nota niet alleen al gelezen, maar je hebt er ook al een respons op geschreven, die ik heb mogen lezen. Misschien even wat meer inzoomend op die social, die Sustainable Development Goals. Daarvan wordt gezegd dat zijn eigenlijk de onderliggende pijlers, de bouwstenen om deze nota aan te kleden. Daar willen we dit gesprek specifiek wat meer op ingaan. In hoeverre denk jij dat die nota daaraan gaat bijdragen? Laten we daar eens even mee beginnen. Nou ja, daar gaat de nota zeker aan bijdragen. De nota ademt echt uit wat de geest is van de duurzame ontwikkelingsdoelen. En dat is dat iedereen daarin een rol te spelen heeft. Ik denk dat we dat ook bij het voorgaande panel gewoon heel goed zagen. En ik denk, als ik naar dat panel luisterde, dat een van de goede dingen toch van het beleid van de afgelopen jaren is dat we met elkaar deze discussie hebben en dat we hem voeren en dat we hem niet voeren in silo's. Maar dat we, dat je zegt, het is een integrale benadering. Eigenlijk al die verschillende grote vraagstukken waar we mondiaal mee worstelen en waarbinnen specifiek ook een aantal ontwikkelingslanden mee worstelen, die worden met elkaar in verband gebracht. Ja, precies. En ik denk zelf, ik bedoel, mijn eigen overtuiging is echt dat om die duurzame ontwikkelingsdoelen te kunnen bereiken, dat we dat echt samen kunnen doen. Dat kan de civiele, niet dat dat gezegd wordt, maar om het maar even heel duidelijk te stellen, dat kan de civiele samenleving niet alleen. Dat kunnen onderwijsinstellingen niet alleen. En we hebben echt een andere economie nodig. En een circulaire economie waarin het bedrijfsleven echt een rol moet gaan spelen. Maar dat gezegd hebben, je bent hoogleraar, je bestudeert dit soort ontwikkelingen. Er wordt tegelijkertijd wel gezegd, ja, het kopieert feitelijk gewoon het economische model. Het gaat niet naar die circulaire structuren toe. Ja, dat werd gezegd, maar dat is niet wat de nota zegt. Dus ik bedoel, dat is iets wat we hier bespreken, wat we vanavond hier ook bespreken. De nota spreekt heel nadrukkelijk wel van een circulaire economie en spreekt ook heel nadrukkelijk van een economie op basis van multilaterale afspraken. Ja, als ik kijk naar het internationale beleid en ik kijk naar China en de Verenigde Staten, nou ja, dat is toch een verworvenheid die we hebben en die we toch hoog moeten zien te houden. Dus ik begrijp wel de zorgen dat de mechanismes die we daarvoor neerzetten, dat geen verkapte subsidies moeten zijn. Maar de vraag is nou juist of dat zo is. Of dat dit echt een stimulans is om het bedrijfsleven erbij te trekken en naar een andere economie te kunnen gaan. Dat moet het Kamerlid in ons midden deugd doen. Er wordt wel degelijk in die noten eigenlijk over een andere economische orde gesproken. Een circulaire economie. Wordt ook gezegd, we hebben iedereen nodig. Het is mooi dat het een integrale benadering kent, dat het niet in silo's zit, dat het niet allemaal aparte elementen zijn, maar dat er doorwrochte ook duurzame benadering kent. En daarmee, zegt Mirjam, komen ook die SDG-doelen dichterbij. Ja, kijk, op dat abstractieniveau zullen we natuurlijk vrij snel met elkaar eens worden. En ook als je kijkt naar de Sustainable Development Goals, het gaat over terugdringing van ongelijkheid, gelijkheid tussen man en vrouw bevorderen en dergelijke.
als zelfs VNO-NCW het met die doelen eens is, ja, dan kunnen we wel volgens mij een laagje dieper gaan en hier bespreken over hoe we dan daadwerkelijk verandering kunnen bewerkstelligen. En daarin blijft de nota volgens mij wel echt binnen de lijntjes kleuren van Rutte, om het zo maar te zeggen. Het vorige panel is daar ook op ingegaan. Nou, terugdringen van ongelijkheid, dat gaat natuurlijk niet lukken als we het kwaal blijven bestrijden met het kwaal zelf. Mm-hmm. Dat is namelijk globalisering, meer vrijhandel. Dat heeft er juist toe geleid dat ongelijkheid is toegenomen. En ik vond het wel interessant dat de plaatsvervangend directeur-generaal zei, ja, ongelijkheid is binnen landen is toegenomen. En dan leek ze het erover te hebben alsof het alleen binnen ontwikkelingslanden zo was. Maar dat is ook gewoon in Nederland zo gegaan. En dat is ook in de Verenigde Staten. Maar wacht even, ze zei daarvoor wel iets anders. Namelijk, het heeft de afgelopen jaren, is het ons ook gelukt om een heleboel mensen uit die armoede te krijgen. Met andere woorden, zo slecht was dat beleid niet. Nou, als we nou daarop gaan richten dat, en dat dan toe gaan schrijven aan het Nederlands OS-beleid, dan doen we volgens mij echt andere zaken tekort. Kijk bijvoorbeeld naar China. Kijk, wat is nou het meest belangrijke om volken te verheffen, om ervoor te zorgen dat ze ontwikkelen? Dat is productiviteitsgroei. Dat is dat we ervoor zorgen dat we meer mensen kunnen voeden, meer mensen van gemakken kunnen voorzien in materialistische zin. Dat ze tot op een bepaald niveau komen. En wij zijn misschien nu alweer iets doorgeschoten, maar in ieder geval om op een bepaald niveau te komen, dan is productiviteit bijvoorbeeld daarin heel belangrijk. En daar heeft China voor gezorgd door miljoenen mensen uit de armoede te heffen. En dat hebben ze niet gedaan door vrijhandel te omarmen. Dat hebben ze eigenlijk gedaan door hun economie te beschermen en in een korte tijd hun industrie veel productiever te maken. En daarbij hebben ze geprofiteerd van het feit dat ze naar buiten konden exporteren. Maar ze hebben hun eigen markt heel specifiek afgeschermd. Dus je zou eigenlijk zeggen, laten we op Afrika het Chinese model zetten. Nou, volgens mij moet je op alle landen, en dat is volgens mij de kern van waar het misgaat, moet je kijken naar wat is de lokale omstandigheid. En je kunt geen instituties exporteren. Dus je kunt er niet voor zorgen dat een bepaald model in een ander land in die cultuur ook werkt. Waar je voor moet zorgen is dat de basis op orde is, dat mensen te eten hebben, dat ze onderwijs krijgen, dat ze drinkwater hebben en dat ze goed behandeld worden, dat er geen oorlog is, dat we klimaatverandering aanpakken. En vervolgens moeten die mensen er zelf voor zorgen dat zij in hun eigen context uit de armoede komen. En dat zal in veel gevallen niet het omarmen van kapitalisme en vrijhandel zijn. Oké. Bart Romein, Bartos, laten we eens allereerst ook van jullie kant gewoon horen hoe jullie naar de nota kijken en in hoeverre dat nou die onderliggende doelen dichterbij brengt. Ja. Nou ja, misschien herhalend wat Farah net zei, laat ik het iets sterker uitdrukken. 3 jaar geleden waren we best bang dat ontwikkelingssamenwerking helemaal niet meer in het beleid overeind zou blijven. En de verkiezingen hebben een ander beeld gegeven. En er is een regeerakkoord voor ontwikkelingssamenwerking heel prominent toch eerst teruggekomen. En er is een heel capabel minister gekomen. En ik ben heel blij met die nota. Er zitten absoluut leemtes in. Reina stemt heel optimistisch, want al die leemtes gaan nog uitgewerkt worden. Dus ik ben er heel positief over. Hè? Maar toch even over het gesprek wat we nu voeren. Je begon net met die nota staat van een andere marktaanpak. We hebben het over modellen. Ik zie nog steeds heel dominant, niet alleen in deze nood, maar ook gewoon met het regeringsbeleid. Dat is een neoliberaal beleid. En heel kort samengevat betekent dat voor mij, de markt bepaalt de samenleving. En ik zou het even vanuit een andere kant willen benaderen, vanuit mensen. En wat we in heel veel ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland en wereldwijd zien, is een enorme uitsluiting. Uitsluiting van politiek en bestuur. Uitsluiting van toegang tot basisvoorzieningen. Uitsluiting van recht. Uitsluiting van het mee profiteren van het nationaal bruto product. Dat is een enorme uitsluiting. En we hebben het over de grondoorzaken van armoede en deze nota ook. En ik denk dat die uitsluiting veel te weinig aangepakt wordt. Die wordt vanuit een marktmodel aangepakt. Maar Bart, dat is toch een beetje raar, want er staan een heleboel van die punten die jij net noemt, juist heel prominent in die nota, van die uitsluiting moeten we juist proberen weg te nemen. Vervolgens doen we dat met een marktbenadering. We zeggen de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen, vormen het kader. Maar als we dan kijken wat voor keuzes erin gemaakt worden, ik geef een paar heel concrete keuzes. Er wordt sterk op de bedrijfsleven ingezet, hartstikke belangrijk, denk ik ook.
Maar wat voor voorwaarden worden aan die inzet van die bedrijven gesteld? Wordt er een voorwaarde gesteld als je gesubsidieerd wordt vanuit het ontwikkelingsbudget? Dat je ook echt één op één ontwikkelingsrelevantie gaat produceren? Nee. Als je kijkt naar de investeringsinstrumenten die nu in de markt zijn, bijvoorbeeld InvestNL, dan staat er, we gaan het Nederlandse bedrijfsleven ondersteunen om internationaal beter te opereren en ook de allerlei maatschappelijke problemen of wereldproblemen aan te pakken. Maar het instrumentarium dat er is, dat legt geen beperking op. Het heeft geen SDG als license to operate, laat staan SDG als license to terminate. Hè? Okay. En dat is echt nog een heel ontbrekend deel in deze hele. Even dan naar onze hoogleraar hier aan tafel, Mirjam. Er wordt eigenlijk geconstateerd, nou, op zichzelf, die uitgangspunten, dat heb je zelf ook gezegd, die zijn helemaal niet slecht. Maar als je kijkt naar het instrumentarium dat eronder zit, dan past dat niet. Dan is een circulaire economie als wens wel mooi, maar als je dat vervolgens probeert te benaderen met gewoon een, wat jullie zeggen, kapitalistische of neoliberale benadering, dan past dat niet. Als je het bedrijfsleven vraagt om ontwikkelingsdoelen na te streven zonder hele sterke en navrante voorwaarden die eigenlijk aan ontwikkeling moeten worden gesteld, dan zit dat er niet in. Met andere woorden, het is net of er uit twee hele verschillende boeken één boek probeert te worden samengesteld. De thriller gaat op een gegeven moment over in de roman. Of andersom. Ja, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Het voorbeeld van China. Bedoel, afgezien van of we hier nu de situatie in China moeten gaan bespreken en of dat het grote voorbeeld is van mensenrechten en een civiele samenleving. Maar als ik in Afrika kom, en ik ben er nogal wel vaak, dan moet ik zeggen dat echt heel veel mensen naar mij kijken en vragen, wat doet Europa om te zorgen dat wij een balans houden in een samenleving waarin wij mee verder kunnen. En ik vind zelf dat wij als Nederland daar echt een heel mooi model voor hebben. En dat heet natuurlijk het Nederlandse poldermodel of het heet de Dutch Diamond, maar waarin we die zaken met elkaar in verband brengen. En ik vind dat deze nota dat echt uitademt. En ik vind dat goed. En waar het mij. Als je dan even ingaat op wat Bart Romein net zegt. Die waarden, die onderliggende waarden, zijn eigenlijk allemaal economische waarden. Dat hele mensbeeld, waarbij je eigenlijk ook op andere manieren de waardigheid van de mens daarin zou willen lezen. Maar dat is helemaal niet wat ik hoor, wat ik Bart hoor zeggen. En ook niet wat ik lees. Ik bedoel, die banen zijn ontzettend hard nodig. Als we kijken naar die demografie. En straks is de helft van de mensen in Afrika onder de 25. Die hebben banen nodig, die willen banen. Dat is niet alsof wij paternalistisch bedacht hebben. Bart, die waarden, maar ze willen gewoon aan het werk. Nee, maar ik geloof niet dat Mirjam en ik tegenover elkaar zitten te praten. Nou ja. Wat ik wel zeg, als ik naar het beleid kijk en naar het instrumentarium. Hè, en ik gaf net al een voorbeeld van een financieel instrument. Als ik kijk naar de noten als het over innovatie gaat, hè. En we hebben het over sociaal problematiek. Want die SDG's is niet alleen maar banen en economische groei. Kijk ook naar de Nederlandse welvaartrapporten. Er is iets meer dan economische groei. Dan gaat het in innovatie, maar ook over allerlei aanpakken om het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Sociale innovatie, waar ook die SDG's over gaan, dat komt niet aan bod. Sociale innovatie, de innovatie vanuit burgerbewegingen op het ICT-gebied. Sociale innovatie op inclusie. Ja, er gebeurt ontzettend veel in het veld. Heel veel, ook in vluchtelingenkampen, wordt ontzettend veel geëxperimenteerd door vluchtelingen zelf. Wordt ontzettend veel. Dit aspect, hè, je hebt het over de Dutch Diamond. De Dutch Diamond komt in deze nota bijna niet van de grond. Het wordt wel plichtmatig genoemd. Maatschappelijke organisaties worden genoemd. Wordt ook iets over civic space genoemd. Maar wat Reiner net terecht zei, er moet nog heel veel uitgewerkt worden. Korte reactie van Mirjam en dan ga ik weer naar jou toe. Ja, ik denk dat het Nederlands bedrijfsleven wel zit echt op een interessante manier bezig is met die vernieuwing. En ik denk dat deze nota daar echt een aanzet toe is om daar ook verder in te investeren. En die vernieuwing die moet toch ook echt voor een deel komen om te kijken wat het bedrijfsleven kan betekenen in die echte veranderende en innoverende, ook digitaliserende economie. En ja, daar hebben we echt het bedrijfsleven bij nodig. En daar hebben we ook echt een discussie bij nodig, waarin de verschillende partijen met elkaar om tafel zitten. En dat is niet een abstracte discussie. Dat is iets wat echt moet gebeuren. En die nota zet daartoe aan. Ja, maar er is geen discussie dat bedrijfsleven niet benadert. Dus ik wil naar Mahir. Want er wordt eigenlijk gezegd, dat is wel echt een kernpunt. Het is een nota die zegt, we moeten nu alle partijen aan de tafel hebben om dit probleem te tackelen. Het is niet alleen maar voorbehouden aan een bedrijfsleven of een overheid of NGO.
regio's. Ja. Het is een compleet bestel. Ja, en dat is natuurlijk wel goed. En zo staan er ook wel meer goede dingen in. En daarom denk ik, ik onderschrijf wat jij volgens mij net een beetje probeerde te antameren, dat het ook een beetje een schizofrene nota is. Dat enerzijds de nadelen worden erkend, dus dat ongelijkheid binnen landen toeneemt. En er staan ook goede dingen in over vrouwenrechten en dat we dat beter moeten doen. En tegelijkertijd, fundamenteel, als je kijkt naar wat verandert het in het instrumentarium of in het internationaal handelssysteem, dan verandert het niet zoveel. En ik wil een voorbeeld geven waar dat goed duidelijk wordt. In Egypte. Daar wordt een tweede Suezkanaal uitgegraven. Daar wordt Nederlandse exportkredietverzekering maakt dat mogelijk. Nederlandse bedrijven doen dat. Dus dan zou je denken, nou, dat is goed. Hè? Er is lokale werkgelegenheid komt daar meer op gang. Het is een Nederlands bedrijf die daaraan verdient. Het wordt met Nederlandse overheidssteun wordt dat gedaan. En tegelijkertijd zijn er 500 families die gedwongen uit huis worden gezet. En een exportkredietverzekering van de Nederlandse staat, dat weerhoudt ons niet ervan om een exportkredietverzekering te verlenen. Dat... Ah, Marijn zegt, ho, als daar gewoon de lokale Teun van de Keuken een column over zou schrijven, dan is het onmiddellijk gedaan met dat gedoe. En dan kom ik nog dus tot een tweede punt. Tegelijkertijd is het ook zo dat als een lokale overheid probeert om de lokale omstandigheden te verbeteren, en hebben ze in Egypte, in dezelfde Egypte hebben ze dat gedaan door te zeggen, oké, wij proberen het minimumloon te verhogen. En er is een internationaal bedrijf geweest, Veolia, wat een handelsakkoord heeft aangegrepen, een investeringsakkoord heeft aangegrepen, om de overheid daar aan te klagen te zeggen van, hey, jullie komen aan onze toekomstige winsten, jullie verhogen hier het minimumloon. En hebben ze een zaak aangespannen tegen de Egyptische overheid. En beide systemen, dus enerzijds dus dat wij niet genoeg randvoorwaarden stellen aan onze eigen bedrijven die dingen doen in het buitenland, en tegelijkertijd dat wij nog steeds het land zijn met de meeste investeringsverdragen met dit soort voorrechten voor bedrijven, beide zaken worden niet aangepakt. Dus dan kun je wel constateren van oké, ongelijkheid neemt toe, bla bla bla, en dan vervolgens aan het fundament, dus dat bedrijven hier verantwoordelijk zijn voor veel van die dingen, daar doet dit kabinet niks aan. En dat is niet alleen deze nota, ook de moties die ik indien. En nog één punt als ik... Nou, ik wil even naar Mirjam om een respons, dan mag je zo weer verder. Prima. Dat is natuurlijk toch wel een beetje listig, waar die nu mee komt. Nou ja, wat ik denk dat we niet moeten doen, is dat ontwikkelingssamenwerking of een Nederlandse handel alle problemen oplost. En dat is ook niet wat jij zegt. Maar wat die nota. Wat belangrijk is van die nota, is geeft die nota een visie waar wij naartoe willen. Nee, dat begrijp ik. Maar jij zegt net, we hebben die bijzondere Nederlandse aanpak. Waarbij je elkaar ook moet kunnen aanspreken in dat poldermodel. Ja. Tegelijkertijd komen hier natuurlijk een paar voorbeelden naar boven, waarbij duidelijk wordt dat als je dat vervolgens ter plekke probeert uit te voeren, dat level playing field, dat elkaar aanspreken, ja, dat is zo, een beetje lastiger is. Nou ja, maar er staan ook concrete voorstellen in hoe via ombudsman en andere mechanismes dat soort dingen kunnen worden aangepakt. Dus ook dat is niet helemaal waar. Maar mag ik nog over een ander... Ik ga nu weer even terug naar hem, want dan kan je misschien daarna nog weer even commentariëren. Ja, ik kan in twee zinnen. Kijk, ik heb ook in de Tweede Kamer geprobeerd om minister Kaag, die volgens mij persoonlijk wel aan de goede kant staat, mee te krijgen in, laten we dus... Ik vind het toch wel mooi hoor. Jullie zeggen allemaal, ja, het is hartstikke tof, superwoman eigenlijk. Ze kan er ook niks aan doen, met één hand op de rug. Ze krijgt ook maar een opdracht mee. Maar ik bedoel, ze heeft wel ergens de handtekening gezet. Nee, precies. Maar dat is ook het verwijt waar ik mee wilde concluderen. Nee, okay. Kijk, zij zou persoonlijk volgens mij wel willen dat wij bedrijven meer aan bindende regels kunnen houden. En die moties worden ook ingediend. Dus dat we in handelsverdragen de milieu- en de labor-clausules bindend maken. Maar elke keer krijg ik het beeld dat zij van de coalitie niet de ruimte krijgt. En dat is volgens mij het beeld wat ook de nota uitademt. De analyse wordt gemaakt, er zijn veel problemen, maar er wordt gewoon binnen Rutte 3 geen ruimte gegeven aan ook niet aan deze minister, om fundamenteel iets aan dit neoliberale systeem te veranderen. Okay, even naar Bart en dan kom ik weer binnen. Ja. Nou ja, toch even te positief, hè? Want even terug naar die SDG's. Die SDG's staat in het regeerakkoord alleen maar onder ontwikkelingssamenwerking. De rest van het kabinet heeft er eigenlijk niks mee te maken. Dus hij heeft er is een beperkte scope. Wat ik heel goed vind van deze minister, is dat zij onder de noemer van
coherentie, dus samenhang van beleid. En dus in de ene hand zit je te geven van ontwikkelingssamenwerking, maar het belastingbeleid, het landbouwbeleid in heel veel opzichten ondermijnt. Dat is coherentie van beleid. Je probeert dat bij elkaar af te stemmen. Zij maakt zich daar sterk voor. Dat is niet voor het eerst dat de minister. Maar het lukt haar niet. Maar wat ze nu doet, en dat vind ik echt een stap verder, daar hebben we ook een aantal jaar voor gepleit, dat zij in ieder geval alle nieuwe instrumenten onderhevig wil maken aan een toets op gender, effecten op ontwikkelingslanden en op die samenhang met die SDG's. En dan kun je zeggen, dan ben ik toch even, neem ik het toch absoluut voorop, want dat vind ik een moedige stap, vind ik een wijze stap. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat in het kabinet ontvangen gaat worden. Je zegt eigenlijk, we pakken ze met eigen middelen door gewoon eens even die toets uit te voeren. Als je vindt dat het allemaal zo netjes geregeld moet zijn, dan betekent dat ook dat dat voor de belasting zou moeten gelden. Dat betekent voor de economische ontwikkeling. Met andere woorden, andere beleidsdomeinen krijgen als het ware die criteria. Ja, oké, nou ja, dat is toch niet zo gek, dat is best slim bedacht. Ja, het zijn babystapjes. En als je genoeg neemt, maar ik ben politicus en ik ben 29, dus ik heb nog de ambitie. Ik denk, jij wilt ze nog meemaken dat we ze gaan uitvoeren. Ja, ik wil inderdaad nog zien dat we inderdaad geen armoede meer in deze wereld hebben. En dit zijn allemaal babystapjes die zij binnen de neoliberale lijntjes neemt. En er worden miljarden verdiend door Marijn Visser en zijn club. En ondertussen maken we vuile kapitalist. Ondertussen zijn we dus, ja, moeten we tevreden zijn met dat we beleid in beleidsvoorstellen en kopje effect op ontwikkelingslanden. We hebben even de wijsheid van de wetenschap nodig. Dat is toch wel belangrijk. Even weer uitzoomen. Want je hebt de nota op zichzelf moedig genoemd. Je hebt ook gezegd, het is een integrale benadering. Tegelijkertijd, eigenlijk is de kritiek van jouw twee tafelgenoten, het is niet ambitieus genoeg. En of het nou aan de minister ligt of aan het kabinet, we komen in ieder geval niet dichter bij die doelen als het op deze babystapjes gebaseerd blijft. Ben je dat met ze eens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Omdat ik denk dat als je 29 bent of 20 of 15, dan wat je echt nodig hebt is een verhaal waarom samenwerking belangrijk is. En ik denk dat we toch wel met elkaar moeten erkennen dat de afgelopen jaren ontzettend onder druk heeft gestaan. Ik bedoel, Bart die zegt hier net aan tafel, eigenlijk wisten we niet eens of we nog een minister voor ontwikkelingssamenwerking of sowieso een beleid. Dat heet tel je zegeningen. Nee, dat heet niet tel je zegeningen ook. Maar wat ik echt interessant vind aan de manier waarop zij die nota heeft geformuleerd, is dat ze een aantal hele belangrijke vraagstukken heeft omgedraaid. In het hele migratiebeleid, hè, wat heel erg onder deze nota ligt, dat werd ook al gezegd, daar zit een enorm discours van angst onder. En zij draait dat om in hoop. Zij geeft daarvan aan van, maar eigenlijk willen mensen, en dat is ook echt mijn visie, en ik denk dat ik ook wat vanaf weet, mensen willen in de regio's blijven, maar mensen moeten in die regio's kunnen blijven. Die moeten daar een perspectief hebben. Die moeten daar een veilige omgeving hebben. Die moeten daar een idee hebben dat ze daar hun eigen leven vorm kunnen geven. Oké, kom maar. Maar dan blijft de vraag, denk jij nu met kritiek die we hier net hebben gehoord, dat het ambitieus genoeg is? Dat het dat denk ik niet. Ik denk dat die 0,7%, die had gerealiseerd moeten worden natuurlijk. Maar ik denk dat wat ik hier verdedig, is dat zij binnen de grenzen de die condities, haar ja. gegeven waren, dat zij werkelijk met die ruimte een belangwekkend verhaal heeft neergezet. Punt. Jullie blijven zitten. Wij gaan de zaal ook de gelegenheid geven om een aantal aanvullende vragen te stellen. Er komen vast ook dingen naar boven waarbij je toch ook nog je voor jezelf bedachte punten had mogen brengen. Ja. Dat geldt dus ook voor de mensen op de eerste rij. Mocht het mogelijk zijn dat je een vraag kunt beantwoorden. Er is ook iemand anders met de microfoon die mij gaat helpen voor de achterste regionen. Wie heeft er een vraag? Begin ik bij u. Eens even kijken hoe ik je ga bereiken. Dat gaat toch via het gangpad, want ik ga die microfoon niet weggeven. Eventjes deze geweldige rugzak aan de kant. Ja, zeg even wie je bent. Hallo, ik ben Inge. En ik zit meer een klein beetje op te vreten eigenlijk. Omdat ik iets mis eigenlijk. Ik heb zelf een tijdje geleden een documentaire gezien over Ethiopië. Waar Saudi Stars eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat een heel dorp, wat gewoon zelfvoorzienend was, niet meer zelfvoorzienend kon zijn. Die mensen die werden gewoon gedwongen om ergens anders te gaan wonen. De journalist die dat aan het bestuderen was, die werd daarheen gebracht door een man uit Ethiopië. Ik weet niet meer precies wat zijn functie was. Tijdens die documentaire is die ook gewoon opgepakt en gemarteld en weet ik veel wat allemaal. Ik vraag me af, wat doet Nederland eigenlijk
Aan dit soort praktijken praten wij met Saoedi-Arabië over dit soort zaken. Wordt dat totaal genegeerd? Hebben we oogkleppen op? Okay. Goed puntje. Zegt ja, leuk dat het Nederlands bedrijfsleven onder die conditie zit. Maar als anderen nou misstanden organiseren in de focuslanden waar we de komende tijd... Oké, gaan we eerst eens even aan Reina vragen. Want dat is natuurlijk wel een dingetje. Je kunt nu wel afspraken maken met onze collega's hier dat ze zich gedragen. Maar als die Saoedi's dat niet doen, wat voor macht hebben we? Ja, nou, dan daar hebben we gelukkig... A, diplomatieke inzet. B, zijn we lid van de Verenigde Naties, ook Saoedi-Arabië. En daar vinden toch dat soort moeilijke gesprekken plaats. Verandert dat iets meteen? Nee. Maar je moet wel daar continu het gesprek over aangaan. En daar zit natuurlijk enorme spanning op. En we kunnen heel trots zijn, denk ik, en dat deel ik zeker op ons poldermodel en ons Dutch Diamond of whatever. Wil niet zeggen dat iedereen dat meteen ook doet in de wereld. Maar juist doordat we die voorbeeldrol kunnen spelen, kunnen we ook anderen op aanspreken en zeggen, wat kunnen wij daar voor jullie in betekenen en is er iets van ons wat wij kunnen inbrengen, wat misschien de situatie verandert. En denk je dat dan bijvoorbeeld ook, ja, en denk je dat het Nederlands bedrijfsleven daarbij dan ook voorbeeldstellend kan zijn naar internationaal bedrijfsleven? Ja, zeker. En dat vind ik, want dat is zo belangrijk. Als er echt grote misstanden zijn waar de rest van het bedrijfsleven dat voorbeeld werd door... Niet heel flauw hoor, maar ik moet het je toch zeggen. Dus jij zegt, goh, weet je, zo'n casus Nigeria, Shell, voorbeeldstellend. Ja, nou, dat is schandalig natuurlijk. En daar zijn dingen. En daar heb je dus juist dat elkaar bij nodig om op aan te spreken. Dat is wat Mamadou zei. Hij zegt, wacht even, als we dan zo'n bedrijf zo'n misstap gaat en andere bedrijven spreken hem aan, dat is uiteindelijk de macht van verandering. Ja. En dat gaat inderdaad met kleine stapjes. En dat zouden we misschien veel sneller willen, maar dat is wel het mechanisme. Oké, nou, dit is het mechanisme. Ja, en tegelijkertijd, dat wilde ik ook zeggen, moeten we ook erkennen dat we ook hier wel in houtgreep worden gehouden door onze belangen, ons handelsbelangen, met vooral in dit geval dan Saoedi-Arabië. Kijk, we hebben ook als Nederland, daar weet u alles van, hebben het voortouw genomen om Saoedi-Arabië te veroordelen in de zaken die zij in Jemen aanrichten. Nou, de lobby die toen van de vrienden van Marijn Visser op gang is gekomen, van de Shells van deze wereld, om toch Nederland Marijn. Te... Nee, maar toch even. Het is wel gevoelig. In die context moeten we wel zien opereren. Idealiter zeggen we spreken elkaar hard aan. Als er voorbeelden van zijn, zoals jij nu hebt beschreven, dan kun je elkaar internationaal de maat nemen. Maar blijkt toch wel weer anders te liggen op het moment dat je daar zelf weer slechter van zou kunnen worden. En dan begrijp ik, zitten jullie daar tegen in te lobbyen? Ja, maar kennelijk. Ja. Nou ja. Ja, maar dit is it takes two to tango, hè? Ja. Kijk, je kan wel zeggen, ik gooi alle deuren dicht naar Saoedi-Arabië en ik bedrijf geen handel meer met ze. Maar dan kom je natuurlijk ook niet meer binnen met je diplomatieke verhaal. Nee, dat begrijpen we. Maar ondertussen wordt er wel gezegd, nee, luister, je hoeft je geen zorgen te maken. Gaat misschien minder snel dan je hoopt. Maar er is een tafel waar we dit soort dingen aan de orde stellen. En nu hoor ik jou weer zeggen, ja, maar ja, dat zeggen we niet te hard. Nee, ja, dat zeggen we niet. Dat kan je beter iets zachter zeggen, denk ik. Ja. 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 Maar Lennart, ja, alsjeblieft. Want we hebben het hier over landen die elkaar aanspreken, of overheden, hè? Bedrijfsleven die haar eigen verantwoordelijkheid zou moeten nemen en ook een aantal bedrijven die dat voortouw nemen. Dit is nou echt een issue van ruimte van maatschappelijke organisaties die in heel veel landen gewoon er niet is. Dus de lokale bevolking kan absoluut niet protesteren. Nou, een van de inzetten overigens, Rijn is een van de architecten ervan. Hè? Het strategisch partnerschap voor tegenspraak. Dat is gericht juist om dit soort fenomenen ook voeding te geven in andere landen. Dus degene die, het werd net tegenmacht genoemd, hè, die dit soort zaken aan de orde is, te voeden, te steunen. Maar ook internationaal solidariteit te tonen. Want als je mond open doet in een land, zit je vaak gelijk in de bak. Nou, dat is echt een probleem. En ja, heel goed, en Nederland loopt daarin voorop om dit soort initiatieven vanuit organisaties te steunen. Tegelijkertijd, als ik naar de capaciteit en ook de inzet van handelsmissies kijk, de capaciteit van ambassades, ze wordt op mensenrechten, de ontwikkelingspoot, wordt niet erg versterkt, terwijl de handelskant juist daar wel versterkt wordt. Hè. Dus daar ligt ook wel een discrepantie. En Mirjam, ik krijg een beetje het gevoel van wat dan Den Uyl vroeger de smalle marges noemen. Hè? De marges zijn smal. Want je hebt aan de ene kant die tegenkracht die je wil organiseren. Je hebt aan de andere kant die behoefte om het bedrijfsleven internationaal te laten ontplooien. Tegelijkertijd komt daar vervolgens weer een discours op gang in hoeverre je elkaar de maat kan nemen. Want ja, er liggen ook altijd weer andere belangen achter. Dan zijn die marges toch wel heel smal waarbinnen je echt verschil kan maken.
zeker. Maar het is ook een hele messy world. En ik denk eerlijk gezegd ook dat ik hoop eigenlijk ook dat dat zo blijft. Want dat maakt de wereld een hele spannende plaats. Maar waar dat het lekker gaat, een beetje messy is. Ja. Ja, ja, maar waar het om gaat is dat je er dus wel moet zijn. Mm. En ik denk dat we als Nederland een hele tijd een soort van een terugtrekkende beweging hebben gemaakt. Van ja, Afrika is niet interessant. En wat moet Nederlandse belangen enzovoort. En dat wat deze nota zegt, van wat goed is voor de wereld is goed voor Nederland, ja, en ook andersom. Dus in dit soort dingen, om daar iets mee te kunnen doen, moet je er gewoon zijn. En Nederland is zeer aanwezig in Ethiopië, creëert daar ook echt hele relevante alternatieven, zoals bijvoorbeeld industriële parken, hè, waar een heleboel van vluchtelingen ook werk zullen vinden en daar heel erg blij mee zijn. Dus ja, je moet er gewoon zijn. Dat is echt het punt. Oké, okay, twee andere vragen. Ik begin even bij u en dan kom ik bij u. Zeg even wie je bent. Mijn naam is Jeroen Remmers van Simavi. En ik heb een vraag meer in algemene zin. Wat doen we in Nederland als we aanzien komen dat bepaalde SDG-doelen internationaal toch echt niet gehaald gaan worden? Ik bedoel, het is al over 12 jaar. Nou, ik ga dan een beetje over water. Maar er zijn nog 840 miljoen mensen die dus geen schoon water hebben. En als je geen schoon water hebt, dan kan je andere SDG-doelen ook niet halen. Dus mijn vraag is, nou, Nederland is echt een waterland. Van, wat zouden we kunnen doen als... Ja, Nederland doet wel zijn best. Er zijn echt een aantal miljoen mensen die we wel van schoon water voorzien via het beleid. Maar kunnen we iets extra's doen? Moeten we een watertop naar Amsterdam halen of zo? Of iets anders? Het gaat niet snel genoeg. Je bent bang dat we over 12 jaar zeggen, ja, er zitten er toch nog te veel niet aan water toegang. Ja, wie kunnen we dat voorleggen? Zijn we ambitieus genoeg? Is dan toch eigenlijk weer de vraag. In ieder geval is een heel erg terecht punt. Ik bedoel, water is echt het probleem van de toekomst. In de Cape Town is gewoon al geen drinkwater meer. Dus dat moet echt een van de grote prioriteiten zijn vanuit duurzaamheid en leefbaarheid. Ben ik heel erg mee eens. En dan wordt er gezegd, moeten we misschien dan nog iets extra's doen? Moet je bij wijze van spreken een watertop organiseren? Moeten we nog meer doen dan omdat wij zoveel van water weten? Nou, dat hebben we in feite al gedaan door ook... Juist premier Rutte is lid geweest van het High Level Panel on Water. Om juist na te denken, waar, op welke manier kunnen we nou wereldwijd die aandacht voor water genereren? En daar is valuing water, dus het waarde van water, in al zijn aspecten, alle vormen van waarde, is daar op de agenda gezet. En dat wordt nu verder doorgetrokken van wat betekent dat? Welke waarde heeft water voor mensen, voor bedrijven, voor iedereen? Hè, zoals wij zijn. En wat kunnen we eraan doen om door die waarde weer met elkaar te benoemen, dat grote vraagstuk van hoe iedereen schoon en genoeg en niet te veel en niet te vuil water, dat aan te pakken. En dan was dus even de concrete vraag, denk je dat we het binnen 12 jaar voor elkaar krijgen of moet er meer gebeuren? Nou, dat vind ik een moeilijk te beantwoorden vraag. Het is een hele grote uitdaging, dat weet ik zeker. En het vereist inzet van iedereen in al zijn of haar rollen. Want het vereist vragen van jezelf als consument. Hoe ga ik met water om? Tot aan hoe kunnen we bedrijven waterzuiniger maken? Hoe kan iedere druppel water in de landbouw beter benut worden? En hoe kunnen we ook voorkomen dat vervuiling van nu drinkwaterbronnen tegengaan kan worden? En daar hoort ook bij het schoonmaken van de Ganges. Een ongelooflijk belangrijke rivier in India, waar net ook die handelsmissie voor is geweest. Dus het zijn al die aspecten. Ja, veel wat bij elkaar. Mag ik ook één zeggen? Nou, heel kort, want ik wil graag nog iemand de gelegenheid geven. Nou, het belangrijkste is natuurlijk ook om droogteproblematiek tegen te gaan, is dat we klimaatverandering bestrijden. En daar hoort ook bij dat we onze steun aan fossiele projecten in het buitenland afbouwen. En daar kunnen we natuurlijk ook veel ambitieuzer zijn dan we nu zijn. Goed, dank. Vraag van u. Wie bent u? Ja, mijn naam is Kizan Agendan. Ik ben schrijver. Ik ben sowieso niet eens met heel veel dingen. Ik denk dat we het gesprek... Ja, dat is heel goed, daar kunnen we mee beginnen. Maar laten we tot één vraag beperken. De vraag was een inleiding. Daarbij opmerking, ik ben heel verbaasd. Ja, hoe de hoogleraar, de apologeet uithangt van nogal... Ja, goed. Dat is commentaar, vraag. Maar mijn vraag is daaraan gekoppeld, omdat ik vond het idee van het inzetten van digitale middelen interessant voor ontwikkeling. En omdat... Ja, Mirjam van Rijssen ook over innovatie gaat. Ik ben benieuwd vanuit haar hoedanigheid als hoogleraar
Of zij ons, en ook meneer Van Partels, omdat zij bezig zijn met zoektocht naar innovatieve middelen voor ontwikkeling. Ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken, specifiek. Dus inzetten van digitalisering als kans voor ontwikkeling. Miel. Ja, mooie vraag. Wat mijn visie daarop is, is dat wel allereerst innovatie digitalisering enorm belangrijk is, maar dat daar ook een enorme uitsluiting in gebeurt. Wat mij heel erg opvalt is dat er in Afrika en in andere continenten, maar als we het over Afrika hebben, dat daar heel veel interessante eigen innovatie plaatsvindt. En die met name ook relevant is, omdat die in die context zelf gecreëerd is en vanuit die context zelf daarom ook relevant is. En wat ik daarvan vind, is dat wij heel erg moeten inzetten op het stimuleren van die innovatie vanuit de context zelf. En daar gaat ook heel veel van mijn werk over. Ja, mag ik een paar heel concrete voorbeelden geven waar ik net ook over sociaal innovatie die van onderaf komt. Dus ongeveer 200 miljoen mensen wereldwijd die hebben geen identiteitsregistratie. Die bestaan eigenlijk formeel niet. Vanuit de vluchtelingenkampen is er een idee ontstaan om op basis van de blockchain technologie je identiteitsgegevens te registreren. Dat is gewoon met je vingerprint, want dat is eigen aan die blockchain. Dat is een idee vanuit een vluchtelingenkamp gekomen. Nou, dat wordt nu op het moment gepilot met Rode Kruis en UNDP in een aantal landen. Dat is echt een bottom-up innovatie. En Mirjam had het net over uitsluiting. Ik zie een heleboel, natuurlijk heb je mensen die geen toegang hebben, maar ik zie heel veel mechanismen in de nieuwe digitale technologie die juist mensen veel meer kunnen betrekken en B, heel veel organisaties overbodig maken. Waar ook ons soort organisaties heel goed over na moeten denken. Hoe ga ik daarmee om? Ook weer in de blockchain bijvoorbeeld. Hè, betaalsystemen die vroeger bijvoorbeeld de remittances, die ingewikkeld waren, die maandenlang geparkeerd stonden, waar banken een blokkade gaven. Er zijn allerlei nieuwe systemen om mensen bij elkaar te brengen. Dus de inclusie geeft het ook mogelijkheden. Natuurlijk mooie heeft het probleem ook inclusie. We hebben hier gezien de tijd. Laatste vraag en dan wil ik nog even naar Amadou om een soort te checken, reality check met hem te doen. Ga je gang. Wie ben je? Hi, ik ben Thomas van Oxfam Nova. Ik zag ook dat mijn baas net een vraag had. Nou, dus nu krijgt hij hem. Ja. Dus ik zal toch even mijn vraag stellen, als het niet erg is. We hebben vandaag nog niet veel gehad over het partnerlandenbeleid. Vanavond begon met een plaatje van de Sahel. Ik lees in de nota de focuslanden en focusregio's nu beschreven worden en geclusterd worden per regio. Dus mijn vraag aan mevrouw Buijs is, betekent dat dat er nu ook meer regionaal geprogrammeerd gaat worden? Daar is in de laatste beleid iets van afgestapt. De programma's die we hebben gezien zijn vooral op nationaal niveau plaatsgevonden. En zelfs de regionale programma's in het Grote Meergebied vonden plaats in Oost-Congo vooral. En niet zozeer regionaal. En dus mijn vraag is, wordt er nu regionaal geprogrammeerd ook? En mijn vraag aan meneer Kanuté is het na het lezen van deze nota duidelijk voor u in de Sahel waar de commitment van de Nederlandse overheid ligt in de focuslanden? Want ik mis dat een beetje in deze... Oké, die vraag, dat is een mooie eindvraag. Laten we eerst mevrouw Buijs nog even de vraag over die regio en over nationale grenzenaanpak bespreken. Ja, wat vooral van belang is, is dat wij regionale analyses maken. Dat je niet kijkt alleen naar een geïsoleerd land, maar het land in de regio en de relaties met de buurlanden. En op basis daarvan zullen we kijken waar de inzet moet zijn. Of dat nou meteen landenoverstijgende regionale programma's, daar kan ik het antwoord nog niet op geven. We gaan eerst die analyses maken om te kijken waar zit de meeste toegevoegde waarde. Zit dat inderdaad in grensgebieden en dan over grenzen heen? Of is het toch verschillende aanpakken per land? Maar de analyses zullen meer regionaal worden. Analyses regionaal, of het uiteindelijk ook tot een aanpak komt, dat gaan we dan zien. Amadou, ik wil met jou eindigen, want je hebt een mooie opening verzorgd. Je hebt een aantal hele prangende punten geagendeerd waar we geprobeerd hebben ook in de panels antwoorden op te vinden. En de eindvraag is eigenlijk, heb je nou vertrouwen in deze aanpak van de Nederlandse overheid? En de vraag of het commitment op het goede punt ligt. Up to you. Yes, okay, thank you. Yes, definitely. I have confidence. I have confidence because what I've seen and heard here is the kind of thing that builds confidence.
bringing all these stakeholders to talk to each other. I mean, the questions that I've heard from the people there, calling on their government, telling them, what are we doing about the situation in Ethiopia? What are we? That is the way you can have sustainable policies. Being able to listen to these things, taking them back, and sitting and thinking about what is it that we are going to do to meet the questions that have been raised by the people here. That is one reason why I have confidence. The other reason why I have confidence was also raised earlier on, when I think it was her who said, some of the countries are now taking responsibility in Africa. And that is something that we need to build on. It's incredible. In some countries, when you come as an NGO and you want to work in a specific sector, it's the government who will be telling you, this is what our work plan is in the water sector. What is it that you want to do that can help us achieve the objective that I set there? At the global level, we've come up with the GFF, the Global Financing Facility, to ensure that by 2030, the number of deaths, children, mother, newborn, adolescent, is reduced. What is the condition? The condition is that it is built on a partnership, a national partnership, where government, civil society, private sector come together and agree on what our priorities. So it's no longer imposed from outside. It is the local people who will say, these are our priorities, this is what we want to work on, this is how we are going to finance it. Out of 100 euro, we can chip in with 60 before we go to international development partners to tell them we are missing 40 euro. That is the second reason why I am confident. And the third reason is, of course, that people are becoming more and more demanding. People are saying there's no way we are going to accept our governments to take us in a road that we have not trekked on together. We have our role in ensuring that the road that is being paved, we have brought our brick to it. No more exclusion in policy formulation, implementation, and monitoring. Those three things make me believe that development is all about ensuring that those ingredients are put together, and I can see that happening. Goed, dank je wel. Ik wil alle deelnemers, inclusief onze inleider en natuurlijk ook de vertegenwoordiger van het ministerie en onze panelleden, ongelooflijk bedanken voor het open gesprek. Het was natuurlijk soms af en toe even duidelijk dat de belangen net iets anders liggen. Maar er is volgens mij ook genoeg benadrukt dat we in ons land toch die samenwerking opzoeken en daarmee toch kleine, of het nou babystapjes of grotere stappen zullen zijn, gaan zetten. Nogmaals dank, jullie ook allemaal voor het komen. Veel succes met jullie werk en tot de volgende keer. Tot ziens. Yeah.